Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Retrospectie. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk zullen we een aantal actuele onderwerpen vandaag met u bespreken en becommentariëren. En dat doe ik vandaag met gastpanellid Steven Debbie Persat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. En onze gast is Anna Jagisser, directeur bij Staatsolie. Mijn naam is Ivan Cairo, uw presentator. Met de directeur zullen we in de tweede helft van het programma alles rond de oliesector en de onlangs getekende definitieve investeringsovereenkomst voor blok 58 met u bespreken. Heren, welkom. Goedemiddag. Dank u wel. Goedemiddag, luisteraars. Heer Jagisser, ik ga toch alvast hiermee beginnen voordat we naar een intermezzo gaan muzikaal. Bent u al bekomen van die adrenaline rush van de afgelopen week? De FID is getekend tussen aanhaling en sluitingstekens. Hoe is het gegaan de afgelopen dagen? Ja, dus ik moet u teleurstellen. Ik heb niet zoveel adrenaline rush gehad. Het is net alsof het unreal is. Hè? Dus alsof het niet werkelijk is gebeurd. En het leven gaat gewoon verder. We zijn inmiddels al aan het onderhandelen met Petronas. Dus ja, we hebben niet te lang ervan kunnen genieten. Toch diep in mijn hart ben ik erg blij voor Suriname. Alright, goed. Dat is een voorschop op de tweede helft. Ja, het is zondag. We zijn een beetje relaxed. Maar toch wil ik deze uitzending aftrappen met een nogal onsmakelijk en schokkend incident. Ik weet niet of jullie dat filmpje hebben gezien, heren. Waarin een man een bejaarde vrouw met een houten lat slaat en achteraf bleek dat het de man zijn moeder is. Die dementeert nota bene. En intussen is hij door de politie in verzekering gesteld. En hij verklaarde dat hij haar pak slaag gaf omdat ze niet naar hem luistert. Dat ze in de bovenwoning moet blijven, want de meneer heeft een monteurszaak beneden. En ze kan vallen, ze kan zich baseren. En omdat ze niet luistert, heeft hij er afgerammeld. Maar als je wanneer ik naar dit soort dingen kijk, dan vraag je af, als je ermee weet om te gaan, toch? Draag die zorg dat overal iemand anders, toch? Ik neem aan dat, of je hebt dat genomen als kind, of het is je misschien ook opgedragen door de familie. Maar als je het niet aan kan, in plaats dat je frustreert, dan zorg ervoor dat iemand die het wel aan kan, die druk, die frustraties overneemt, toch? En maar dat je op deze manier, handelt. En ondertussen hebben we gezien dat de meneer is door de politie is aangehouden en in verzekering gesteld. En dan zie je beelden viraal gaan van gedetineerden die de man pak slaag geven. Ook met een liniaal, met een lat, een houten lat, klappen in het gezicht. En ja, ik ga eerlijk zeggen hoor, misschien zou het politiek correct zijn als ik wat daar in het cellenhuis gebeurd is, zou afkeuren, maar... Heren, no, ik zal geen heilige hier spelen, Isabi. Maar ik denk dat dat is volgens mij de juiste straf die de meneer heeft gekregen. Wat mij betreft laten ze hem nu weer vrij. Maar de gedetineerde hebben hem duidelijk laten zien van, je moeder is je moeder. Toch? Zo ga je niet om met je moeder. Het is het kostbaarste wat je hebt in de wereld. En op deze manier, dus in elk geval, ik hoop dat hij ook van de overheid de straf krijgt die hij verdient. Maar... Zoals hij is aangepakt, ik laat er geen traan om. Heer Jagisser. Ja, inderdaad, laten we zeggen, gevoelsmatig zou ik zeggen, kies hem mooi. Maar ik denk dat het niet verstandig is dat we mensen het recht in eigen handen laten nemen. Hè. Er zijn de juiste instituten en autoriteiten die recht en correctie mogen toepassen. Dus ik zou daar wel een voorstander van zijn. Maar goed, dit is nu het geval in Suriname. Hè. Die man kan misschien niet voor zijn moeder zorgen. Hij raakt gefrustreerd en zeer terecht, zegt u. Misschien moest hij de zorg overdragen. We weten dat erg moeilijk is in Suriname. Maar absoluut, dat praat zijn gedrag helemaal niet goed. En hij moet zijn gepaste straf krijgen, maar dan wel misschien van de autoriteiten. En we weten hoe het toegaat in de gevangenissen, denk ik. Dus je ziet dat ondanks het feit dat er gedetineerden daar zijn, dat ze toch inderdaad een vorm van morele waarden en normen
nog met zich meedragen. Dat is op zich wel positief. Stefan? Ja, dus de precieze omstandigheden kennen we niet. Maar uit de berichtgeving merk je dat deze meneer in kwestie begeleiding nodig heeft. Feit is dat iedereen die mantelzorg heeft, en dus omdat we de omstandigheden niet exact kennen, weten we niet of dat het geval is. In elk geval heeft u dus wel de zorg van een dementerende of in elk geval een oudere moeder. Er zullen zoveel meer in Suriname zijn die dit hebben. Maar ik weet niet of het daar ook een probleem is, maar toch wel iets als samenleving om naar te kijken. Dus de omstandigheden ken ik niet precies. Het sanctioneren ligt niet aan ons. Dat ligt aan justitiële autoriteiten. Maar in dit geval gaat het om een man, heeft begeleiding nodig. Waarschijnlijk heeft ook zijn moeder begeleiding nodig. Dus dat systeem van het land van zorg moet dan wel inkomen. Kijk, het grote nadeel is van als iemand het recht in eigen handen neemt, helemaal dus een scheve schaatsrijd, zoals deze persoon in kwestie, hij raakt gedetineerd. Wie zorgt dan voor zijn moeder? Dus allemaal moeilijke vraagstukken die erbij komen. Inderdaad, en je ziet, tenminste als journalist krijgen we regelmatig ook dit soort gevallen over dementie. En dan zie je dat het is best wel een moeilijke situatie hoor. Dus ik heb zelf in de familie een oom gehad die op een gegeven moment, hij herkent zijn vrouw niet meer en het is lastig, weet je, dat soort dingen. En ja, ik kan me voorstellen dat mensen gefrustreerd raken wanneer je in zo'n situatie bent en je weet niet hoe daarmee om te gaan. En dat zoals je zegt, misschien hebben dit soort mensen, nou niet misschien, meer begeleiding nodig om het te kunnen handelen. Want het is niet makkelijk, maar zelfs dat, maar dat geeft niet het recht om de persoon van wie je de zorg hebt te mishandelen. Een ander ding, maar dus dit geval ken ik niet in detail. De wereld, ook in Suriname, kinderen vechten vaak om aandacht van hun ouders. Opmerkelijk, als die kinderen volwassen zijn en ouders vragen aandacht van hun kinderen, blijft er geen of één over. Maar dat is wel de samenleving waar we in leven. Dus het is ook iets waar we de spiegel, waar elke persoon zichzelf een spiegel moet voorhouden. Of hij degene is die zorg biedt aan zijn ouders als zo'n situatie zich voordoet. En hoe je dat precies moet oplossen als gezin, uitgebreid gezin. Goed, een ander onderwerp dat me ook is opgevallen. Er was een persconferentie afgelopen woensdag van de regering. En daar zaten minister Ori aan en minister Dasai. En op een gegeven moment praat de minister van Onderwijs dus over de situatie met betrekking tot onderwijs, tekort aan leerkrachten en noem maar op. En dan doet hij de zorgwekkende uitspraak van we hebben al een tekort aan leerkrachten. Maar wat nu speelt, of ook speelt, is dat er weinig leerlingen zich nu aandienen bij de pedagogische scholen. Toch? Hij noemde een paar getallen, zeer laag voor inschrijvingen voor mensen die in het onderwijs willen gaan. En dat maakt wel zorgen, toch? Want nu zit je met een tekort en die aanwas, die is er eigenlijk niet. Je moet je voorstellen, mensen trekken weg, ze gaan naar betere orde of ze gaan ander werk zoeken. Leerkrachten, de ouderen, die gaan met pensioen, maar er komen geen jongen bij. En dan zegt de minister ook, maar het is het imago van het beroep dat niet aantrekkelijk is en ook de salariering. Dus eigenlijk vraag je af van waar te beginnen om het dan weer aantrekkelijk te maken. Hoe zouden we dit vraagstuk kunnen oplossen? Heer Jagesser. De huidige politiek gaat me misschien een beetje kwalijk nemen, maar Jules Wijnenbos was begonnen met strategische groepen. Hè? Mm-hmm. En dat waren politieagenten, dacht ik, verpleegsters, onderwijzers. En ik denk langs die lijnen, en nobody has to remain behind. Dus ook de ambtenaren op een gegeven moment. Maar we onderkennen met z'n allen dat we geen 60.000 en 70.000 ambtenaren kunnen hebben. Ik denk dat dit land met 15.000 ambtenaren gedraaid kan worden. Ik kom wel eens op de ministeries, de mensen die ik zie doen hun best. Dus geen enkel slecht woord over de ambtenaren. Maar ik denk dat we deze strategische groepen toch even met voorkeur moeten aanpakken. Kijk, om weer een nieuwe onderwijzeres of een nieuwe verpleegkundige op te leiden, kost denk ik veel meer geld dan een klein beetje meer toestappen, zodat die mensen misschien blijven.
Dus ik denk dat dat sterk overwogen moet worden. Steven? Ja, ook dat is een moeilijk vraagstuk van decennia nu al oud. Misschien dat we als land toch moeten heroverwegen om particulier onderwijs voldoende kans te geven om te groeien. Met particulier onderwijs bedoel ik betaald onderwijs, waarbij ouders ervoor kiezen om een ander bedrag, om een hoger bedrag te betalen, waardoor overheidsmiddelen niet nodig zijn om deze faciliteiten te laten draaien. Of het nu of in het lager onderwijs is, het voortgezet onderwijs. Daartussenin heb je nog een paar schakels. Wat wel belangrijk is, als je ruimte overlaat voor dit om zich te ontwikkelen, dan ontstaat de verlichting op de druk voor het overheidsonderwijs, wat dus collectief wordt aangeboden, waardoor je dat beter kan ordenen, beter kan salariëren. We moeten nadenken van, is Suriname, er zijn trouwens wel een paar gelimiteerd hoor, particuliere scholen, maar als we dat uitbouwen, en er zijn ook een paar voorbeelden in de regio waar dat het geval is, dan krijg je alvast verlichting in het budget voor, in dit geval, onderwijs. Misschien ook volksgezondheid, want daar kan je zelf het type van oplossingsmodel bedenken. Maar zoals de gisteren terecht zegt, er zijn behoorlijk wat mensen. Vaak genoeg, als je een grote groep aanbieders hebt, dan zal salariering daarvan beperkt zijn, toereikend zijn. We weten wel dat veel personen in het verleden en nu nog steeds daar hebben gewerkt, maar waarschijnlijk nu hun pensioenleeftijd hebben gehaald of daar tegenaan lopen. Misschien is er mogelijkheid voor nu, want we zitten in een urgente situatie, om dat even door te trekken totdat we de nieuwe groep beginnen op te leiden. Maar dit wat we nu constateren is wel een zaadje uit het recent verleden, die we zijn vergeten om goed te leggen, om goed te laten kiemen. Dus veel aandacht is nodig om dit probleem urgent op te lossen. Okay, als je zegt betaald onderwijs, in feite, ja, nu is onderwijs bijna gratis. Ja, ja. Wat wordt betaald als schoolgeld en noem maar op, met uitzondering van misschien de universiteit, daar betaal je al een beetje meer. Maar de lagere school, als je kijkt, tenminste de openbare scholen. Dus ook het bachelorgedeelte van de universiteit is zwaar gesubsidieerd. Ja, en de bedragen zijn echt laag. Ja. Ik heb een dochter die op dit jaar naar het MULO is gegaan. En daar is de ouderbedrag is 200 per jaar. Dan vraag je af van 200 per jaar, is dat wel voldoende om een leerling, zeg maar, te voorzien vormen van alles en te vormen wat ze nodig heeft of hij nodig heeft. Voor een heel jaar 200 SRD, ik denk dat, ja misschien zijn er, natuurlijk zijn er ouders die het een beetje meer kunnen betalen, maar je hebt ook ouders die het helemaal niet kunnen. Precies. Je hebt ouders met 6, 7 kinderen. Ja. Ik heb er maar 1, het gaat nog, maar dan vraag je af van, hoe zou dat nu in de huidige situatie, dat zou me moeilijk lijken om nu, zeg maar, hoger betaald onderwijs Nee, zeker niet. Dus voor een groep, en die groep profileert zich wel, want de schoolgemeenschappen die zien we wel. Het is voorlopig gedoogd. Ik weet niet of het een officiële staat, ja, vermoedelijk wel. Maar je moet dat meer de gelegenheid geven om te groeien, omdat er wel personen zijn in Suriname, met name in Paramaribo en directe omgeving, die bereid zijn om meer te betalen, om die zekerheden te hebben van langere schooltijden, ja, meer inhoud, beter aansluitend op de regio, de Verenigde Staten. Maar deze discussie laat zien dat onderwijs toch echt voldoende tijd weer terug moet gaan op de tekentafel. We moeten het gaan herontwikkelen, redesignen. Want zoals het onderwijs nu ervoor staat, merken we ontzettend veel problemen en heel veel vraagstukken die aandacht verdienen. Als ik luister aan minister Ory, hij heeft een heleboel uitgelegd over het vernieuwen van het onderwijs en noem maar op en de problemen. En toen viel het kwartje bij me toen hij zei van, die vernieuwing is begonnen in 2004 en het is nog steeds niet afgerond. Ja. Die vernieuwing is 2004 begonnen en nog steeds zitten we ermee. Ik denk dat het is 20 jaar verder en we sukkelen nog met dit vraagstuk. Aan de andere kant, waarover we nog even niet hebben gesproken, maar nog steeds over onderwijs. Kijk,
misschien een beetje gevoelig voor crisis. Maar veel personen in Suriname ervaren de crisis nog wel. Ervaren dat het de dagelijkse struggle om ervoor te zorgen als gezin dat je overleeft. Mm-hmm. Jongeren maken ook deel uit van het gezin. Het is moeilijk met name voor opgroeiende kinderen, zowel meisjes als jongens, om te zien dat je ouders 2-3 banen hebben en toch niet uitkomen. En dan is de verleiding groot om de school te laten en je ouders te gaan werken. Dus dat is ook wel een actueel vraagstuk in Suriname die direct wel reflecteert op het onderwijs. Mm-hmm. Dat kan een reden zijn waarom in bepaalde contouren van het onderwijs bepaalde herinschrijvingen er niet meer zijn. Mm-hmm. Oké. Een ander onderwerp. ABOB heeft een massameeting gehouden vorig weekend in het AK-stadion. En daar hebben toppers gratis onderwijs beloofd, gratis gezondheidszorg en nog meer. Maar ik luisterde zo naar die toespraken. Wat ik heb gemist is hoe dat gefinancierd zal worden. De productie die er tegenover staat om dat geld te verdienen, om dat gratis onderwijs, gratis basiszorg, gratis huizen, gratis weet ik veel wat, aan die samenleving te geven. Dus dat heb ik gemist. En wanneer je dit soort zaken hoort, dan vraag je af van, is dat wat het volk wil hebben? Denk je dat het is wat het volk wil horen? Of is men daar gewoon bezig? Nou, niet. Of het was gewoon populistische politieke praat, als je het mee vraagt. Ja, dus niet alleen maar populistisch, maar onze politiek is in het verleden blijven steken, waarbij de samenleving decennia geleden riep om gratis. Nu vraagt men om kwalitatief goed. Kwalitatief goed onderwijs, drinkwater, elektriciteitsvoorziening en al die andere zaken. En hoe de kostprijs tot stand komt en wie waarvoor betaalt, dat op het moment dat je de kwaliteit hebt geïdentificeerd, dan kan je dat gaan terugrekenen. Een groot deel van de samenleving wil niet meer dat gratis gedoe hebben, want gratis betekent vaak genoeg dat je een kat in een zak krijgt. Meneer Jagisser, is dit wat we anno 2024, richting 2050, richting onze 50ste onafhankelijkheidsjaar, nog moeten hebben in de politiek? Ja, dat is misschien wel belangrijk te vermelden natuurlijk, dat de budgetten voor het onderwijs de afgelopen jaren altijd structureel te laag zijn geweest. Hè? Mm. Dus er is weinig gedaan en dat was op die vorige vraag. Nee, alles wat je gratis geeft gaat uiteindelijk tot problemen leiden. En zoals u zegt, hoe gaan we het financieren? Want het kost enorm veel geld. Goed onderwijs kost enorm veel geld. Op het NATIN zijn we nu bezig. Het is niet alleen boeken. Die mensen hebben machines nodig om het vak te leren. Dus het kost veel geld. Ik denk dat het systeem dat overal ter wereld werkt, is dat je de werkelijke prijs vraagt en dat de mensen die het niet kunnen betalen, absoluut een tegemoetkoming krijgen. Mm-hmm. En zeker kansarme kinderen. Want ja, in een gemeenschap is onderwijs de great equalizer. Hè? Mm-hmm. Of je nou uit een heel arm gezin bent geboren of uit een superrijk gezin, door onderwijs kunnen die twee separate kinderen op hetzelfde niveau komen. En dat moeten we met ons leven beschermen, denk ik. Dus dat is op zich wel heel erg belangrijk. En mensen die het echt niet kunnen betalen, die krijgen wat mij betreft inderdaad gratis onderwijs, waar de ouders het moeilijk hebben of één ouder is weggevallen. Ik heb het trouwens gezien hoor, die kinderen doen heel erg hard hun best. Ik heb zelfs gehoord van maandag tot en met woensdag draag jij die patta en ik die slipper. Ja, ja. Het zijn mensen doen echt vreselijk hun best en we moeten ze helpen. En onderwijs, volgens UNESCO, hun plan richting 2030, zo elke overheid, elk land, ik dacht 15% of zoiets van hun BBP moeten reserveren voor onderwijs. Yeah. En een bepaald percentage, dacht ik ook, van hun begroting. Klopt. In de regio is het volgens mij 20% gemiddeld. En wij bungelen eronder aan met 9% van de staatsbegroting gaat naar onderwijs. Dat is absoluut onvoldoende. Toen ik met minister Ori sprak afgelopen woensdag, toen zei hij van die begroting die ik kreeg van onderwijs, gaat 95% naar salarissen. Mm-hmm. Hij zegt, er blijft niks, geen geld over voor programma's. Hij zegt, dat is letterlijk wat hij zei. Hij zei, als die internationale organisaties ons geen geld gaven, maar dat waren we dood. Ja.
En dat moet je als land niet willen hebben. Dat je afhankelijk bent van anderen om je onderwijs, zeg maar, op poot te houden. Goed. Om nog even bij de politiek te blijven. We hebben afgelopen week gezien dat de vice-president, die heeft tijdens een praatje met journalisten gezegd dat hij een dossier heeft over ex-minister Pokkie, die hij zo voor onderzoek bij de PG zou kunnen droppen. En ja, bij mij rees dus onmiddellijk de vraag van waarom hij dat in 2021 niet heeft gedaan toen die mevrouw met ontslag ging. Toch? En in het verlengde daarvan ook de president, want het is de president die benoemt en ontslaat, toch? Als geen van, tenminste, als de vice-president zegt hij heeft een dossier waarom die mevrouw weg is en dat dossier kan bij de PG gedropt worden, neem ik aan dat de president dat dossier ook heeft, toch? Want hij heeft die mevrouw om ontslag gevraagd, zodat hij er niet kon geven, toch? Dat ze zelf ontslag nam, anders zou hij genoodzaakt zijn haar te ontslaan. Dus ik neem aan, heeft dat dossier ook. Waarom ga je niet naar de PG als die mevrouw zo fout heeft gehandeld, onrechtmatig, misschien zelfs ambtsdelict heeft gepleegd? En dan, ja, dan zie je weer een reactie komen van mevrouw Pokkie. En daarin daagde de vicepresident natuurlijk uit van, ga naar de PG met je. Maar ik weet bijna 100% zeker dat de VP dat niet zal doen. Ja, want als je het in 2021 niet hebt gedaan, verwacht ik niet dat je het in 2024, 2025 gaat doen. Toch? In elk geval laat dit incident, deze ontwikkeling, me zien dat zowel de vicepresident als de president het op dit stuk in elk geval niet zo nauw hebben genomen met de belangen van het land. Dan als je weet dat de minister faya is en je bent de president, vicepresident, is het enige wat je moet doen is de belangen van het land beschermen. Toch? En als het is dat je een strafrechtelijk pad moet inzetten tegen die minister, moet je dat niet nalaten, toch? Om 3 jaar later te komen schermen van, ik heb een dossier van je en je moet je mond. En eigenlijk komt erop neer van, je moet je mond houden, want ik heb een dossier van je. Dat is voor mij chantage. En ik denk dat we dat moeten hebben in de politiek, heer Jagisser. Ja, eens. Ik denk dat hij dat inderdaad direct had moeten doen. Maar goed, we weten dat grondbeheer is eigenlijk vanaf 1975, wat ik ken, hoor, is het altijd een puinhoop geweest. Het is brood en spelen voor de politici. En eerlijk gezegd, ik ben er een groot voorstander van dat men gewoon, we hebben een glis, maakt gewoon bekend hoeveel percelen de heer Debbie Persat heeft, hoeveel percelen de heer Cairo heeft, hoeveel percelen de heer Jagisser heeft en hoe ze eraan zijn gekomen. Absoluut gaan ze dat niet doen, want we weten, ik bedoel, het is publiek geheim dat mensen zelfs in de politiek zaken toegeschoven krijgen. Maar het is, in de politiek is 1-1 niet altijd 2, dus hiermee bewijst men dat. Maar als we dit land structureel willen gaan opbouwen, gaan we inderdaad toch wat resultaatgerichter. Maar ook niet moeten accepteren dat als mensen een scheve schaats gaan, en dat ook wordt gecorrigeerd onmiddellijk. Ja, de regering heeft een belangrijk moment laten liggen om te laten zien dat ze, elke vorm van corruptie indammen. Als er dossiers zijn, dus dat is bewerkt, moet de regering laten zien er is verkeerd gehandeld door de functionaris. Gronden die vermoedelijk van een gemeenschap zijn uit te geven wat tegen de richtlijnen is van de constitutie van Suriname, maar ook goed bestuur. Dus dat betekent dat dit direct onderzocht moet worden, gesanctioneerd moet worden. Waarom is het des te belangrijker? Want als je 1 persoon laat gaan, en ook al heet er dat die persoon geen minister meer is, wat weerhoudt de volgende functionaris om niet hetzelfde te doen? En de daaropvolgende, zoals Jagisser terecht zegt, waarschijnlijk al sinds 1975, misschien 1970, herhalen deze praktijken, zeg maar, in de afgelopen jaren wel met een hogere frequentie. Dit is het moment voor de regering, met name ook omdat ze slechts een select aantal maanden tot de verkiezingen hebben, om te laten zien dat ze inderdaad anticorruptie zijn. Ja, maar verwacht je in aanloop naar de verkiezingen dat soort maatregelen getroffen zullen worden?
dat men echt anti-corruptiebeleid gaat aanscherpen. Dus waarom zou men 6 maanden voor de verkiezing wakker worden als men niet eerder al is wakker geworden? Maar ja, hopen doet leven. Inderdaad, hoop doet leven. Een beetje plezieriger nieuws nu. Afgelopen week hebben we gezien een donatie van $13 miljoen van Total Energies en Apache Corporation voor upgraden van moeder- en kindzorg. Ja, natuurlijk, dat klinkt als muziek in de oren. Het is prima dat faciliteiten en apparatuur gemoderniseerd zullen worden. Maar de vraag is wat te doen met het tekort aan specialistisch personeel, toch? We hadden onlangs nog die situatie in het academisch ziekenhuis waarbij die hele kinderafdeling, tenminste de intensieve zorg van de kinderafdeling, dat die bijna gesloten werd omdat er was gewoon geen personeel, toch? Dus je kan dan inderdaad de mooiste apparatuur hebben, de beste apparatuur en de mooiste gebouwen. Maar als het personeel er niet is, kan je die zorg dus toch niet bieden. Dus ik hoop in ieder geval dat in verband met deze donatie, dat ook naar dat stukje van personeel is gekeken. Dat ook dat we krijgen van alle zaken worden netjes gemaakt, nieuwe apparatuur gekocht. En we hebben de modernste van zeg maar de regio wat betreft moeder- en kindzorg. Maar er is niemand om die apparatuur te bedienen en de kindertjes te verzorgen. Dus ik hoop dat dat aspect van personeel, hoe daarmee om te gaan, van waar zullen ze komen, vooral hoe zullen ze betaald worden en hoeveel ze betaald zullen worden, dat ook dat is meegenomen in het project, heer Jagisser. Ja, ik ben ook blij met deze. We hebben zelf ook daar een handje in gehad. Misschien ook nog een positief verhaal hoor. Ik ben afgelopen vrijdag of donderdag ben ik bij de oogarts geweest bij Slans, mm-hmm. bij AZ. Mm-hmm. Ik wist niet waar ik was. Ik dacht ik ben in het buitenland. Het ziet er zo keurig en netjes uit. Ja. En het heeft 2 uren geduurd, maar ik was continu. Ik heb 3 onderzoeken moeten doen. Ik heb geen voorkeur gehad. Dat is erg belangrijk, vind ik zelf. Maar 3 onderzoeken en het was allemaal keurig. Iedereen was prettig. Ik ben daar lachend na 1,5 uur of 2 uur weggegaan. Lachend is ik niet weggegaan. Ja. Oogonderzoek is niet zo ingrepen. Was gewoon voor een nieuwe gezondheidsbril. Dus het kan wel. En eerlijk gezegd, ik hoop dat uiteindelijk het hele ziekenhuis natuurlijk zo wordt. Kijk, dit is weer die discussie over die onderwijzeres en die politieagent die wegloopt. Dus we gaan daar weer naar die strategische groepen moeten kijken. En ik weet in het verleden, en ik heb in het bestuur gezeten van AZP. Dus ik weet dat men op een gegeven moment probeerde men met toelagen toch die mensen te houden. En misschien moeten we dat wel degelijk toestaan. En op een korte termijn is de oplossing. U weet, er waren hier op een gegeven moment heel veel Filipijnen. En die zijn echt hele goede medewerkers ook. Ze kosten natuurlijk een stuk meer dan onze Surinaamse medewerkers, omdat je ze helemaal moet laten halen en huisvesten. En ze willen ook geld terugsturen voor de familie. Maar ik zie daar wel ruimte in. En wat u zegt, ik hoop dat in het project misschien een soort overbruggingspotje is. Om of mensen op te leiden, of mensen aan te trekken, of mensen een tijdelijke toelage te geven. Dat we de money van FID Kong, dat we het kunnen overbruggen. Dus Steven. Ja, precies. Dus het is, de 2 aspecten zijn heel belangrijk. We moeten die uitstroom indammen. Maar we moeten ook steeds meer mensen opleiden. COFAP heeft een bepaalde capaciteit. Maar die capaciteit hoeft niet alleen maar te betekenen dat je 1 cohort opleidt. En dan bij einde van zo'n cohort start met een ander. Ik zeg niet dat men letterlijk dat doet. Belangrijk is dat we de capaciteit opbouwen. Maar ook die lek. Die lek indammen door een duidelijk betere salariering en erkenning van al de mensen die betrokken zijn in de verpleging, met name als het gaat om de operationele zorg, de nazorg, dus de revalidatie. Want die worden gewoon zwaar geonderwaardeerd. We merken dat veel Surinamers naar andere plekken in de wereld gaan
Met name in de zorg doet men niet precies wat men in Suriname deed. In Suriname deed men, of doet men een beetje beter, prettiger werk, maar de salariering is niet correct. Mm-hmm. En feitelijk is er sprake van uitbuiting. Ik ben een beetje voorzichtig, laat ik liever zeggen tussen aanhalingstekens. Uitbuiting op het moment dat we ook dat stukje van salariering, dat we goed daarover nadenken zonder dat het systeem failliet raakt, want dat wil je ook niet hebben. De gezondheidszorg als systeem failliet raakt, dan zullen we betere resultaten hebben. Maar natuurlijk, we moeten een tweesporenbeleid hebben. Het vraagstuk van de oplosser, dus dat betekent toch personen van het buitenland halen. En tegelijkertijd goed nadenken hoe we voldoende capaciteit lokaal opbouwen. Mm-hmm. Okay. Misschien als ik nog een opmerking mag maken. Kijk, ook hier heeft de overheid nagelaten om die sector gezond te maken. Want de tarieven zijn totaal achterhaald. Die tarieven zijn... Ik denk bij een koers van misschien 7 of 8 vastgesteld. Mm-hmm. Dus u begrijpt, in een koers van 30 werkt datzelfde tarief. Ja, ja. 100% niet meer. En dan, wat doet men? Men betaalt de salarissen, verwaarloost de machines, verwaarloost het gebouw. En uiteindelijk kunnen ze de mensen ook niet betalen en die lopen weg. Dus ook hier moet er een overheid zijn die zegt, laten we een tarief maken wat die zorg kost. Mm-hmm. En daarom is dat sociaal programma zo belangrijk. De mensen die het niet kunnen betalen. Ja. Meneer Cairo, ik ben 100% daarvoor. Mensen die het totaal niet kunnen betalen, betaal alles voor ze. Weet u wat er gebeurt? Staatsolie wordt gesubsidieerd. Want we betalen diezelfde lage tarieven. Mm-hmm. En wij, absoluut, staatsolie, Fernandez, al die bedrijven die in Suriname zijn, VSH en noem maar op. Die kunnen dat betalen, maar die worden ook gesubsidieerd door de overheid. Ja. Dus er lekt zoveel weg. Het is zonde. En dan worden die mensen uiteindelijk gefrustreerd, want er is geen geld om hun salaris te betalen. En dan lopen ze weg, ja. Goed, een ander onderwerp. We hebben afgelopen vrijdag gehad, opening van het zittingsjaar van het Hof van Justitie. En daar is dus de uitspraak gedaan door Hofpresident Rasoel Baks, die aangaf dat streven is om te gaan naar snelrechtspraak en in kleine gevallen, kruimeldief, weet je maar, die gekke dingen waar je niet echt lang hoeft te wachten om dat soort toestanden af te wikkelen. Want wat zien we gebeuren? Dat eigenlijk vrijwel alles gaat naar de kantonrechter en dan duurt het soms maanden. Gewoon iemand een kippendief wordt gepakt en die man zit misschien 8-9 maanden in de gevangenis, toch? Voordat er een rechter vrij is om zijn zaak te behandelen. Toch? Iemand die een fiets heeft verstolen. En of dat soort kleine vergrijpen. Moet je inderdaad naar een situatie waarin snel rechtspraak kan. En in feite horen we al jaren dat het eraan zit te komen. En nu heeft de hoofdpresident gezegd, 2026 moet het zo ver zijn dat we misschien al kunnen proefdraaien. Dus ik hoop dat het inderdaad zover is, want ons systeem is erg verstopt. Het rechtssysteem is verstopt. Kijk maar naar de cellenhuizen. Cellen die gebouwd zijn voor 8 en 6 gedetineerden. Er zitten 30 man in als sardine in een ton. Als haringen in een ton, toch? Dat is onmenselijk. En dat soort zaken moet je niet willen hebben. In een land dat eigenlijk alles heeft om welvarend te zijn. En dan hebben we dat soort faciliteiten nog. Ik ben blij met die mededeling, maar inderdaad, u heeft gelijk. Ik denk, alles in Suriname moet goed geëvalueerd worden en kijken waar we inderdaad zaken kunnen inkorten en efficiënter maken. Ik begrijp dat in het buitenland nu artificial intelligence zal worden gebruikt om ook de rechtspraak te ondersteunen. Daar moeten we misschien ook naar kijken. Mm-hmm. En kijk, als de morele waarden en normen laag zijn, krijg je natuurlijk wel een enorme stoot van criminaliteit. En je systeem gaat dat natuurlijk wel moeten absorberen. Dus ik denk dat aan de ene kant moet je werken dat die waarden en normen weer omhoog gaan. Dat mensen betere werkgelegenheid hebben. Mensen stelen echt niet omdat ze het leuk vinden. Ze stelen meestal vanuit een armoede standpunt. En daar kunnen we ook aan werken dat we het beter maken in Suriname. Dus ja. Ik kan er niet te veel van zeggen. Mm-hmm. Bij de rechtelijke macht moet je voorzichtig zijn wat je daarover zegt. Steven? Ja, dus kort, ik vind het een goede ontwikkeling. Dat is echt kort, ja.
Goed, we naderen zo zoetjes aan het einde van het eerste deel. Stefan, de vice-president heeft zijn jaarreden gehouden deze week. Heb je het gevolgd? Wat is jouw zeg maar reactie daarop? Ja, precies. Dus dit is feitelijk de laatste jaarreden van president Santokki. En begrijpelijk bij een jaarreden en met name ook als het de laatste is binnen je regeertermijn, is er een terugblik en een vooruitblik. We merken wel in Suriname dat die vooruitblik, dus de vooruitblik was concreet. Verkiezingen, verkiezingsdatum, want het is constitutioneel, is de president dat verplicht. Wat de inkomstenuitgaven zullen zijn, is feitelijk ook gezegd. De begrotingen zijn daarna gekomen, dus eigenlijk toch wel goed werk mm-hmm. van de regering. Hoor. Er zijn jaren geweest in het verleden waarbij we langer hebben moeten wachten op de begrotingen van de vakministeries. Dus die zijn nu beschikbaar. Voor de overheid een bijzondere uitdaging hoor, om het begrotingstekort te brengen naar het niveau voor 2025. Deze komt vooral onder de directie feitelijk van het IMF, waarbij we erg krap zitten met de budgetten. En daar komt dus de vraag van hoe realistisch is het om, ik weet niet wanneer voor het laatst was hoor, het Suriname een begrotingstekort van 1,7% van BBP zou halen. Mm-hmm. En zoals je net al zei, van we zitten vaak heel ver van de realisatie. Soms vraag je ook een beetje af van waarom praten we nog over begrotingen als de realisatie echt een heel andere type van karakter hebben. Maar die 1,7% van begrotingstekort van BBP het gaat een bijzondere uitdaging worden. Deze is gewoon gedirigeerd door het IMF. Het heeft veel te maken met het herstructureren van het fiscaal beleid voor Suriname, wat op termijn zou moeten leiden tot stabiele wisselkoersen en meer stabiele economie. Maar in een jaar van verkiezingen weten we dat de politiek vaker meer geld uitgeeft dan de jaren daarvoor. Dus de kans is heel groot dat de overheid zal afwijken van wat ze op papier hebben. En daarom een bijzondere opdracht voor economen, zowel VES-economen als die daarbuiten, om te kijken hoe het uitgavenpatroon van de overheid de komende maanden is, of het in lijn is met de begrotingen. Mm-hmm. En elke keer te waarschuwen als dat niet zo is. Maar een probleem, een vraagstuk dat nog steeds leeft is, de belastingen, meer geld ophalen via de belastingen. Het schijnt maar niet te willen lukken. De goudbelasting die is verhoogd naar een bepaald niveau. Het zou hoger moeten gaan. En juist dat trapje hoger komt maar niet. Waaraan zou dat kunnen liggen volgens u? Dat is bijna een retorische vraag. Een heel belangrijke functionaris die groot begunstigde is in de goudsector zegt van het geld ligt daar, kom het bijna halen. Maar de realiteit is dat het toch niet op die manier afgedragen wordt. We praten niet alleen over de royalties in de goudsector, want die komen wel op een manier binnen. Het zou een beetje beter moeten, maar het is aanzienlijk verbeterd sinds 2020. Dat gedeelte van royalties over de goudsector. Vooral wat wij noemen als kleinschalig, maar er is niks kleinschaligs aan. De gebieden waar geopereerd wordt, overtreffen vele malen de activiteiten van de multinationals. Het gaat met name om inkomstenbelasting, die vooral niet betaald wordt door bedrijven actief in de goudsector. BTW zal afgedragen worden, maar met name inkomstenbelasting, een heel belangrijke tak van belastingen in Suriname. We merken wel dat onder de huidige minister het stukjes en beetjes lukt om de belastingen die de staat ophaalt te verbeteren. Maar het moet aanzienlijk beter, want die opgave die we nu hebben om een begroting haastsluitend te maken richting 1,7% tekort is wel eentje waarbij je veel actiever zal moeten gaan werken. De overheid heeft daar impulsen voor. Beetje een nieuw gebouw voor de Belastingdienst, betere locatie, inrichting en dat soort zaken. Ik weet niet of dat alleen voldoende is, want ook daar zal spelen van heb je alleen een inrichting of moet je ook nog medewerkers hebben om al die dossiers te onderzoeken en willingness van personen om af te dragen. Oké, heer Jagisser, heeft u de jaren van de president gevolgd? Wat zegt u daarop?
Ja, het ging veel over de FID. Dus het was makkelijk te volgen. Kijk, wat ik meestal mis, maar het zal wel in de details staan. Maar hoe hebben we succes bij een ministerie van toerisme? Toch? Want we praten jarenlang over we gaan toerisme ontwikkelen. We hebben alles. We hebben kust, fauna en flora. We hebben Amazone, men zegt Guyana schild. We hebben verschillende culturen, we hebben verschillende cuisines. Mm-hmm. Mensen genieten zo van ons eten in Suriname. Dus ja, ik mis een klein beetje hoe gaan we succesvol zijn, toch? Vroeger waren we op landbouwgebied, hadden we de beste proefstations ter wereld. Mm-hmm. Toch? Ik ben van Groningen, Saramaka. Daar had je Dirkshoop. Yeah. Daar werd er, weet je, geëxperimenteerd, mm-hmm, en de beste variëteiten werden aan de boeren gegeven, mm-hmm, om hoge opbrengsten te hebben. Dus ik mis dat een beetje, maar ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is. Mm. Er waren minder geldstromen naar binnen. En ten aanzien van de belasting, misschien toch dat punt aanhalen. Ik kan niet zo goed begrijpen waarom, want er is een voorstel om de belastingdienst te verzelfstandigen. Mm. En ik dacht dat dat juist goed zou zijn voor de belastingdienst. En ik zou zeggen, geef de jongens incentive. Mm-hmm. Jongens en meisjes, geef ze incentives om belasting te gaan ophalen. En u weet, die Nederlandse Belastingdienst is keihard. Als ze voor Steven zijn huis komen en ze zeggen, het is $700,000 waard, maar u heeft nog nooit in uw leven belasting betaald. Mm-hmm. We gaan moeten zitten met elkaar. Dus ja, die durf moet er ook zijn. Er moet geen bedreiging van boven zijn van Libamang. Toch? Dus we gaan, want de tering moet wel naar de nering worden gezet. Mm. Ja. Dus ik moet zeggen van de verzelfstandiging, Sarah, is een heel belangrijk initiatief. Duurt wel al enige jaren. Ik weet niet precies wanneer die verzelfstandiging een feit is. Wat we wel hebben gezien in 2024 is een veel sterkere, veel betere bedoel ik, inning van BTW. Mm-hmm. Waarbij, en als het gaat om belastingen, moet het niet een verplichting, een vervelende verplichting zijn. Ondernemers of personen die moeten betalen. Het is altijd goed dat als daar een goede samenspraak over is. En je merkt dat bij BTW meer bedrijven begrijpen. Mm-hmm. Dat meedoen heel belangrijk is, omdat je dan ook kan verrekenen. Anders val je altijd buiten de boot. Ja, ja. Meer bedrijven, met name in Paramaribo, zijn in 2024 online gekomen. Wat in 2023 het feitelijke startjaar van BTW nog niet het geval was. En precies zo moet men ook die andere takken van belastingen gaan inrichten. Ja, en aan de andere kant moet je ook nadenken, hoor, van als het tarief hoog is, of dat wel werkt. Moet je niet het tarief naar beneden brengen, zodat er meer compliance is. Maar eigenlijk is dat een andere detail, de discussie. Oké. Het laatste onderwerp voor we. Tenminste, heb jij misschien een bepaald onderwerp waarvan je zegt van nee, dat zou ik toch wel willen belichten? Ja, dus dat ziekenhuisgedeelte, maar dat heb je al gehad. Oh, oké. Goed, het laatste onderwerp voor we naar de break gaan. We hebben afgelopen week ook gezien dat vissers een soort protestactie hebben gehouden. Waarbij ze een petitie hebben aangeboden bij het kabinet van de president. En ik heb begrepen dat de president ze de komende week ontvangt. Maar eigenlijk, de problemen in die visserijsector, die horen we al, volgens mij, al onze hele leeftijd. Toch? De problemen in de sector. Een van de problemen is dat er Surinaamse mannen niet willen gaan werken op die vissersboten. Waarschijnlijk vinden ze het te gevaarlijk, want ik heb begrepen dat je wel behoorlijk goed gaat verdienen. Maar misschien vinden ze het te gevaarlijk. Of ze zijn niet erin opgegroeid, toch? Overwegend Guyanese zie je onze vissersboten bemannen. Maar ook de bevoorrading, wat toelevering van ijs en dat soort toestanden, brandstof. Al jaren horen we de problemen en van inputs. Dat die sector eigenlijk, bijna kan je zeggen, aan zijn lot is overgelaten. En dat er daar ook een heleboel corruptie plaatsvindt. Dat er vergunningen worden verkocht, waardoor eigenlijk die spoeling doen is geworden, toch? Want je mag het draaien of keren hoe je wil. Die kust is maar zo lang en zo breed, toch? Er kan maar een bepaalde hoeveelheid vis in zitten. En we hebben het gezien in Guyana. Daar hebben ze hun wateren leeg gevist. En komen ze nu ook deze kant op. En de beetje durf als, die gaan richting Frans Guyana.
Het is gewoon een kans, Isabi, als je daar wordt gepakt, wordt alles van je direct vernietigd. Maar moeten we dit nog zo laten, een sector die miljoenen kan opleveren voor die samenleving? En eigenlijk is het een heel duurzame sector, toch? Vis is iets dat, als je het goed managt, heb je het je hele leven lang. Toch? Moeten we op deze manier nog doorgaan met onze visgronden, dat beleid van... Ja, waarin een heleboel corruptie en grijze vlakken en donkergrijze vlakken en zelfs zwarte vlakken zitten. Ik heb me niet zo verdiept in dit geheel, maar ik hoor inderdaad dat van de vergunningen. Dat bepaalde groepen vergunningen krijgen en die dat uiteindelijk gaan verhandelen. Dus dat moet zeker verbeterd worden. Ik denk dat we de hele sector, laten we zeggen, moeten screenen en dat beter moeten maken. Wat ik wel weet, er is een groot hotel hier in Suriname. En ze hadden op de vrijdag, hadden ze vroeger wat ze noemden fish market. Mm-hmm. En ik vraag die man heel trots, maar eet lekker, maar waar koop je die vissen? Mm-hmm. Hij zei, maar Miami. Mm-hmm. ik viel van mijn stoel daar. En hij zegt, ja, kijk, ik ga af en toe daar op vrijdag, daar is er vis. Mm-hmm. En op sommige vrijdagen is er helemaal geen vis. Mm-hmm. En op een andere vrijdag hebben ze maar één soort. Ja. Hij zei, ik kan mijn hotel niet zo draaien. Mm-hmm. En dit, want dan zo'n man, die is een goede afnemer, maar het moet natuurlijk wel een beetje meer structuur hebben. Ja. En de overheid moet er, denk ik, toch een goed onderzoek in doen. En de Guyanese mensen die daar naar het gaan vissen, dat zijn natuurlijk wel mensen die we nodig hebben. En ook hun moeten we goed behandelen, maar we moeten die hele sector even onder de loep nemen, denk ik. Want wat u zegt, is een duurzame sector als je het op een goede manier doet. En de kustwacht is ook belangrijk, dat mensen niet van buiten en allerlei trawlers, alles komen leegvissen met grote netten. Maar dat het op een verantwoordelijke manier gebeurt. Mm-hmm. Alright, dat gezegd hebben, dan gaan we over naar het tweede deel van het programma. En voordat we de onderwerpen daar gaan bespreken, gaan we luisteren naar Bob Marley, Concrete Jungle. Waarom Bob Marley, Concrete Jungle? Ja, dus Concrete Jungle, Bob Marley is natuurlijk een geweldige schrijver, goede teksten. Hij zegt, Concrete Jungle, where living out there is hard. And your feet don't have chain anymore, but you're not free. En dat is, ik vind dat toepasselijk voor Jamaica en voor Suriname. Niemand hier in Suriname heeft een chain om zijn voet. Maar we zijn niet op dat niveau dat Bob Marley graag had gewenst dat Jamaica en Suriname zouden zijn. Dus ik vind dat de politici harder hun best moeten doen. Ik zelf ook harder mijn best moet doen. Om dit land op een goed niveau. We hebben zoveel natuurlijke hulpbronnen hier in Suriname. En het is, het blijft een concrete jungle where living is hard. De lang verwachte FID is getekend. Die Final Investment Decision. Meneer Jack Gisser, was dit een walk in the park of hebben jullie met handen op tafel, met stoelen gegooid om uiteindelijk tot die FID te komen? Ja, figuurlijk wel. Dus we hebben zwaar moeten onderhandelen. Omdat in het vorige gesprek zei ik u ook, eerst waren de kosten geschat op 6 miljard. Mm-hmm. Toen zijn ze naar 9 miljard gegaan en nu naar 10,5 miljard. Dus u begreep. Alles komt onder druk te staan. Mm-hmm. En de climate change is natuurlijk ook op de background, weet je, van wanneer gaat nou een overschot ontstaan aan olie? Eerlijk gezegd, dat hele spel voor overschot leidt tot tekort, want men investeert eigenlijk te weinig in de olie- en gassector, waardoor de prijzen juist omhoog gaan. Dus ja, we hebben situaties meegemaakt waar de mensen uit de vergaderzaal zijn gelopen en zich klaar hebben gemaakt om naar de airport te gaan. En dan toch een kleine man in die groep van totaal toch de moed heeft durven te nemen om ons te contacten of iets anders zou werken. Dus ja, het is heel moeilijk onderhandelen. Ik moet u zeggen, als u naar de economics kijkt van het project en we hebben mensen die dat fantastisch in beeld kunnen brengen, dan was er steeds maar één partij die er altijd goed uitkwam. Mm-hmm. Ja, u kunt raden wie dat is. Mm-hmm. Is de regulator van Suriname. Mm-hmm. Die verdient in alle scenario's miljarden US dollars, zelfs bij een lage olieprijs. Mm-hmm. Dus ja, dus we hebben dat allemaal kunnen onderhandelen nu. En
Hij is goedgekeurd, we zijn blij. We gaan in ieder geval voor 20 jaar niet meer arm zijn. Mm-hmm. Je zegt voor 20 jaar niet meer arm, dus minstens 20 jaar is yeah. daaraan olie. Maar als ik het goed heb, er zijn 5 ontdekkingen gedaan in blok 58. En in dat Gramorgo project, daar zijn er dus 3 velden, als ik me niet of 3 putten. 2, ja. 2 olievelden. Ja, wat gebeurt? Ja, maar wat gebeurt dan met die andere? Die, ja. Zijn die gewoon als hoe noem je dat? Appeltje voor de dorst? Dus je had Maka, de eerste, en Kwaskwasi was de derde. Die hebben behoorlijk veel gas. Gas en gascondensaten. Mm-hmm. Dat is een heel ander type project. Mm-hmm. Dus eerlijk gezegd, we waren in het begin inderdaad ook blij in 2019, 2020. Maar uiteindelijk bleek dat het moeilijker te ontginnen mm-hmm. gaat zijn. En wat men zegt, de haalbaarheid ervan is nog niet aangetoond. Mm-hmm. Dus we gaan nu project moeten maken, studeren wat we gaan moeten doen om dat haalbaar te maken. Er is wel veel olie daar, maar te veel gas om het maar zo te hoger bij. Er is veel gas. En er is ook olie en er zijn gascondensaten, mix van olie en gas. Een van de mooiste mogelijkheden om dit haalbaar te maken is om samen te werken met Guyana. Mm-hmm. Want je hebt, ik dacht, Pluma aan de andere kant van de grens en Haimara. Ja, ja. En gas heeft schaal nodig. En gelukkig, recent, ik weet niet of het heeft gehoord, heeft de vice-president van Guyana gezegd dat hij enthousiast is om met Suriname. Dat is na lang aandringen. Via onze minister van Buitenlandse Zaken nu gelukt. Dus we hopen heel snel aan tafel te gaan zitten. En dan had je nog Keskesi. Mm-hmm. Nou, die heeft zich inderdaad een beetje als een Keskesi gedragen. Want we hadden verwacht dat dat een groot veld zou zijn. Mm-hmm. Maar toen men die appraisal brandboorde, bleek dat dat veld niet doorliep naar de kust. Ja, dus een ja. beetje klein veld. En die gaat uiteindelijk ook wel getiebacked worden naar... Dus aangesloten worden op dat hoofdproject. Okay. Dus dat is een situatie. Dus dat is wel in de planning. Oké. De afgelopen dagen hebben we veel gehoord over die FID. Maar vooruitlopend op die FID heb je eerst die productiedelingscontracten of overeenkomsten. Ik checkte vandaag nog op die website van Staatsolie. En ik zie dat tussen 1993 en nu 31 of 32 van dat soort overeenkomsten zijn getekend. Wat is een productiedelingscontract precies? Wat staat erin en leg die een beetje uit. Ja, dus het model is ontwikkeld in Indonesië. Het is echt een super slim model. Mm-hmm. Waarbij zolang er risico's zijn, dat doet de staat en het staatsbedrijf niet mee. Op het moment dat de risico's voorbij zijn, en dat is bij FID, mm-hmm. dan doet de overheid en de staat mee. Dus wat houdt dat in? Als iemand 2 bronnen heeft geboord voor $400 miljoen mm-hmm. en ze vinden geen olie, dan mogen ze een biezen pakken en weggaan. Mm-hmm. Die 400 miljoen aan verlies is voor hun. Mm-hmm. Toch? Dus dat is het, laten we zeggen, het belangrijkste element van de productiedelingsovereenkomst. Maar verder staan er een aantal belangrijke hoofdstukken. Mensen noemen dat nu ook in de discussie. Je hebt een werkprogramma, want ik maak een deal met je. En binnen zo'n tijd moet je werkprogramma uitvoeren. Bijvoorbeeld seismische lijnen schieten en een bron boren. Als je dat niet doet, mm-hmm. pakken we het terug. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er ook afspraken over de deling van de winst. Dat is een belangrijke. Welke kosten mogen worden toegerekend? De verzekeringen staan erin. De liabilities zoals ze geregeld zijn, mm-hmm. de geheimhouding, het noemt men in de juridische termen de boilerplate clausules in het contract. Dus dat staat in hoofdlijnen mm-hmm. in het contract. U zegt geheimhouding, wat zou kunnen vallen onder geheimhouding? Kijk, dus die contractors zoeken naar olie en eigenlijk vinden ze sleutels om nog meer olie te vinden. Mm-hmm. En zij zeggen, het is mijn hossel mm-hmm. dat ik die sleutels heb gevonden. Je moet het niet aan een andere contractor geven. Dus dat mm-hmm. zijn met name de geheimhoudingsclausules. Oké. Okay. Heb je misschien een vraag op dit moment? Ja, dus bij het afgelopen maandag, 1 oktober, een heel sterke uitspraak. Eigenlijk nooit meer arm, maar dus ook de oproep voor goed bestuur. Maar ook de oproep om na te denken van
eigenlijk had je een oproep naar het bestuur en het beleid voor goede inrichting. Dat vond ik heel sterk, omdat veel organisaties dit al roepen. En soms lijkt het alsof dat afgeketst wordt door de politiek. Op zo'n dag, FID, maar ook gekoppeld aan de jaarrede, later hebben we gezien dat veel van de jaarrede geleid werd door de FID. Neem je aan dat de zittende president, de zittende regering zich als eerste gaat buigen over de oproep van wat moeten we als land doen na de FID. De FID is een mooi moment. We hebben wat rekenvoorbeelden van hoeveel de inkomsten kunnen gaan bedragen voor een zeker tijd. Maar dit zijn gewoon inkomsten. Als land zijn wij nu ook aan zet. Wat zal ontwikkeling betekenen voor Suriname? Want ik denk dat iedereen, ook iedereen die nu luistert, de mensen die later online zullen luisteren, weten dat wat wij nu hebben kan je geen ontwikkeling noemen. Het blijft gewoon een struggle. Nu is het moment om na te denken over wat is ontwikkeling, welke visie willen we hebben voor de komende 50 jaren. En het is goed als de zittende regering zich hierover buigt en komt met een antwoord van dit is de visie van Suriname, bevolking, denk erover na. En dat je hier binnen de ordening van het land gaat inrichten. De ordening van het ondernemerschap, maar met name werkgelegenheid, onderwijs en al die andere facetten, criminaliteitsbestrijding. Met alles rondom natuurlijke hulpbronnen betekent het dat inkomsten binnenkomen. Niet altijd is dat een halleluja moment. Inkomsten zijn wel belangrijk, dus als econoom wil ik dat even vasthouden. Want deze inkomsten kan je gebruiken als je verstandig bent. Om duurzame sectoren en om je land op een niveau te brengen waar we tot nu toe nog nooit zijn geweest. Zou je daarop willen reageren? Ja, dus kijk, er zijn twee gevaren van mineralen. Het raakt op. Dus die olieproductie is ook verschrikkelijk, weet je. Dus in dit project gaan we 220.000 barrel produceren in een periode van 3,5 jaar. Mm-hmm. En dan begint hij te droppen. En na 3 jaar? Ja, na 3 jaar begint hij te gaan naar 180, 170, et cetera. Mm-hmm. Dus als je je rijk rekent en begint grote feesten te houden en grote gebouwen te maken en private jets te kopen, dan nog altijd dat olie opdrappen. Mm-hmm. Dus hij gaat droppen. Kijk, waar wij ernaar streven is om op die 120 nog, wat we zeggen, op bijvoorbeeld het Kiskissieveld te verbinden met het hoofdveld om te kijken of we niet 3,5 jaar, maar naar 4,5 jaar kunnen gaan. En zo gaan we nog meer zoeken. Tweede, echt een dagger van de olie, is 73 miljoen barrels per jaar. Begrijp, als er $10 lagere olieprijs is, mm-hmm. is het 730 miljoen minder aan inkomsten. Ja. Niet voor de staat, maar voor die hele groep, het partnerschap. En daar zijn landen in het verleden heel erg in de problemen gekomen. Want u weet, toen die olieprijs naar 120 ging, dan begon iedereen wel, altijd als een oude. Maar dat is niet zo. Oliecyclus, het komt en het gaat. En daarom zijn eigenlijk minerale landen, komen altijd in de problemen. En vooral dus wat meneer Debbie Persat ook zei in het begin. Mensen moeten werken. Toch? Want die duurzame sectoren moeten wel daar zijn. Want als die olie op is, dan moeten we wel ons toerisme goed kunnen draaien. Moeten we kunnen planten, eten en drinken hier in Suriname. Moeten we onze ICT-sector hebben ontwikkeld, et cetera. Dus ja, dat geld gaat heel erg goed. En dat is good governance. Hè? Mm-hmm. En good governance is ook gekoppeld aan performance. Ik hou altijd van het voorbeeld van Singapore. Daar waren er per kwartaal waren er kritische performance indicators. Dus je moet je doelen halen als minister. Ja. Als je 2 keer je doelen niet haalt, 2 kwartalen, heb je een probleem en lig je eruit. Als je corrupt bent daar in het land, word je opgesloten. Maar de ministers verdienen wel $400.000 per jaar. Mm-hmm. Dus die meneer Lee Kwan heeft dat systeem zodanig opgezet. En ik moet u zeggen, u mag zelf kijken. Singapore is een van de meest ontwikkelde landen ter wereld. Mm-hmm. Oké, maar die oproep die u heeft gedaan, was dat het juiste moment om het te doen? Of zeg je van, liever een ander moment? Of was dat, omdat de aandacht op dat moment was van, hey, nu luistert iedereen. Yeah. This is the moment om het te doen. Ja, ik denk niet dat ik iets heb gezegd dat, laten we zeggen, ik heb geen namen genoemd, alvast. Nee, daar gaat het bij dus, mij. maar ik heb gewaarschuwd voor wat inherent is aan de mineralen
economie. Er is waskurs. Maar inderdaad ook een grote mate van corruptie die uiteindelijk in een land ontstaat. Omdat, en ik zeg 20 jaar, gaan we niet arm zijn. Omdat die inkomsten zijn zo groot in deze jaren, dat al zou je de helft ervan vervreemden. Toch zou je vooruitgang kunnen laten zien in het land. En maar wat er gebeurt na die 20 jaar, dat is complete disaster. Omdat je hebt dat geld niet meer. Maar je hebt je uitgavenpatroon op een bepaald niveau gezet. Mm-hmm. Ja, dus nee. Wat ik heb gedaan en wat ik doe, heb ik nooit spijt van. Mm-hmm. Dat staat erachter. Okay. Maar dus belangrijk is dat eigenlijk is het dus niet van dat we iets moeten hebben voor als er geen olie meer uit de grond komt. In dit geval blok 58. Maar het is belangrijk dat we gaan nadenken hoe we olie als katalysator voor het land, voor de economie, maar voor het land gaan gebruiken. Want als gevolg van olie komen experts binnen, mensen die bepaalde kennis hebben, die wil je wel graag in Suriname hebben. Maar iedereen moet eten, iedereen heeft huisvesting nodig, heeft veiligheid nodig. Mensen hebben kinderen, kinderen moeten naar school gaan. Dus al deze dingen kunnen onze economie een boost geven. Elke facet binnen je economie. Niet alles zal de problemen die we zo net hebben besproken binnen het onderwijs oplossen, hoor. Dus daarvoor moeten we echt serieus gaan nadenken. Maar andere vraagstukken, zoals van toerisme komt niet op gang. Het kan zijn dat hiermee toerisme wel op gang zal komen. Bepaalde sectoren waarvoor we nu struggelen. Voedselvoorziening is eentje ervan. Dat je straks wel de volumes hebt en de koopkracht om dat te betalen. Dus laat het ook vooral zien als katalysator van de economie en de katalysator van ons land. Eigenlijk een soort van katapult om je land vooruit te schieten. Yeah. Oké, u heeft net aangegeven van het waren harde onderhandelingen om tot op dit punt te komen. Is binnen zeg maar deze setting, zijn er tax holidays gegeven aan de oliemaatschappij? Nee. De tax holiday is gegeven in blok 52 aan Petronas. Mm-hmm. Maar dat is ook contractueel. Als u een keer misschien bij artikel 24 van dat modelcontract gaat kijken, daar staat natural gas. En voor natural gas, vanwege de specificiteit ervan, ga je eigenlijk opnieuw aan tafel zitten om een nieuwe production sharing contract te onderhandelen. Okay. Dat staat ook in het contract. Mm-hmm. En daarom hebben we dat ook gedaan. Kijk, op een gegeven moment waren de gasprijzen per miljoen BTU, waren, ik dacht, iets van 52 hoor. Mm-hmm. En ze zijn nu gedropt naar 8. Dus ik begreep de lange termijn gasprijs, ondanks het feit dat er crisis was in Oekraïne. Sommige verschrikkelijk. Het zijn laag. De prijzen zijn laag. En je moet dan gaan sleutelen aan de modellen om te kijken wat kan werken. En dat hebben we dus in blok 52 gedaan. Maar in blok 58 gaat het om olie. En daar zijn de voorwaarden in het contract aangegeven. We hebben nu die FID, de voorbereidingen worden getroffen om te gaan produceren. U en Mr. Pouyani hebben gezegd van there's no way back. Maar wat zou kunnen maken dat toch op een bepaald moment zo het besluit zou kunnen worden genomen van hey, luister jongens, we kappen ermee, dat project gaat niet door. Want we zien nu problemen in het Midden-Oosten, de zaak escaleert daar, kunnen dat soort zaken invloed hebben? Nee, dus er is echt no way back. Mm-hmm. Er is door Total nu 9 miljard aan contracten getekend. Mm-hmm. En waarom moeten die contracten getekend? Er is zoveel vraag bijvoorbeeld om die schepen te maken, productieplatform. Mm-hmm. Dat de jaard zegt, als je wil dat ik het voor jou bouw, moet je niet ineens komen en zeggen, meneer Playmore, ik ga iets anders doen. Dus daarom moet je op papier zetten dat je die 3,2 miljard die dat onderdeel gaat kosten, dat je dat wel committeert. En dan is er no way back. Dus dat je dat hebt gekocht, kan je zeggen dan, je moet vroeger door. Ja, als je 9 miljard aan contracten hebt getekend, ga je niet zeggen, oké, liever 9 miljard jaar, dan doen we olieproject morgen. Je bent het anyhow kwijt. Ja. Oké, dus dat staat beter. Okay, er zijn geen clausules in de overeenkomsten dat als dit gebeurt, of als X gebeurt, dat we stoppen. Nee. Oké. Intussen heeft staatsolie uit eigen middelen 175 miljoen zeg maar al gereserveerd om in te komen.
in deze deal. Jullie zeggen jullie gaan op voor de optie van die volledige 20%. Binnen hoeveel tijd moet zeg maar die 125 worden betaald en in hoeveel tranches de rest is het totdat 2028 de eerste druppels olie worden opgepompt? Hoe werkt dat? Nee, die investering gaat nog een tijdje door, mm-hmm. omdat je in het begin heb je weinig bronnen nodig en dan boor je na de eerste productie nog verder. Mm-hmm. Dus dat loopt volgens mij tot 2031. Mm-hmm. Maar tot 2028 hebben we nog geen inkomsten. Mm-hmm. Dus dan moeten we inderdaad gaan lenen. En 2028 met die inkomsten kunnen we direct, laten we zeggen, mm-hmm. de toekomstige cash calls betalen. Die 175 miljoen moet eind van het jaar betaald worden. Mm-hmm. En dan heb je een tweede betaalmoment, is eind maart 2025. Mm-hmm. Hetzelfde bedrag of andere tranches? Het is een iets hoger bedrag. Oh, okay. Maar we moeten dan daarna mm-hmm. gaan we dus gewoon mee met de normale cash calls. Oh, oké. Okay. Ja. En daarvoor moet je dan wel geld hebben. En je moet geld hebben. Jullie gaan de markt op, jullie gaan obligaties uitzetten. Hoe ver zijn de voorbereidingen daartoe? Dus de obligaties komen in januari 2025. Alles is in place om dat uit te voeren. En we probeerden ook de diaspora mee te krijgen. Helaas lijkt het niet zo makkelijk als we dachten. Mm-hmm. Omdat je om op die Nederlandse markt te komen, moet je eigenlijk toestemming hebben van de autoriteit financiële markten. Mm-hmm. Dus we kijken nog hoe we dit moeten aanpakken. En dan zijn er 25 banken die belangstelling hebben. Mm-hmm. Lokale banken? Of internationale banken met name, maar ook lokale banken hebben ook belangstelling. Ja. Okay. En die een paar zijn geweest naar Suriname om te kijken hoe het er hier aan toe gaat. Mm-hmm. Die zijn erg onder de indruk van staatsolie. We hebben nog één gelukje gehad dat nu de rente in Amerika reeds met 50 basispunten is gedropt. Dus mm-hmm. dat helpt ook allemaal. Komen waarschijnlijk dit jaar nog 2 van 25 basispunten. Dus dan gaat die rente ook omlaag. En we hebben als laatste optie om te werken met een strategische partner. Mm-hmm. Waar we dan van die 20% 10% overdragen aan die strategische partner en in ruil daarvoor dat hij een deel van onze investeringen betaalt. Mm-hmm. Mocht het niet lukken met of mocht het zo zijn dat het aanbod van de partner zo goed eruit ziet dat we dat prefereren mm-hmm. boven dat andere. Mm-hmm. Oké, een tijdje was er ook sprake van eventuele of mogelijke gang naar de beurs van staatsolie. Zit dat nog in de pipeline of is dat pad verlaten? Nee, ik ben er een grote voorstander van. Maar goed, op dit ogenblik is daar niet genoeg tijd voor. Mm-hmm. Maar we gaan dat in de toekomst zeker doen. Mm-hmm. En we hopen dat elke Surinamer dan straks aandeelhouder kan zijn van staatsolie. En u begrijpt, good governance is erg belangrijk mm-hmm. voor onze company daarmee. Ja, ja. Oké, ik wil toch terugkomen op de situatie in het Midden-Oosten. Wat voor invloed heeft dat op de bedrijfsvoering van staatsolie en zeg maar die internationale oliemarkt? Wat doet dat met jullie? Ja, dus het zijn tijdelijke invloeden. Hè? Dus mm-hmm. oorlog start, dan ziet men, eigenlijk heeft het geen effect op de olie doorvoeren en productie. Mm-hmm. Dan dropt die prijs weer. Dus mm-hmm. nu is hij dag met $9 gestegen, de olieprijs. Mm-hmm. Maar zodra men merkt dat alle landen nog evenveel produceren, dan gaat die weer een beetje omlaag. Mm-hmm. Kijk, wat die oorlog wel doet, is mensen willen niet meer investeren in die regio. Mm-hmm. Dus je ziet een massale komst naar dit deel van de wereld. Ja. Dus ja, dat is de invloed van de oorlog. Ook Libië, hè, dus al die landen spelen mee. Dus de economie van China ligt even op zijn achterwerk, om het mm-hmm. populair te zeggen. Dus daar komt er weinig vraag mm-hmm. naar olie uit. Maar dan tegelijkertijd bijvoorbeeld in Libië. Er waren 2 centrale banken. Het scheen dat ze nu elkaar hebben gevonden. Dus dan gaat er weer 400.000 barrel per dag. Mm-hmm. Dat houden we dagelijks bij. Maar dat zijn, eerlijk gezegd, zijn conjunctuurbewegingen. Okay. De structuur is wat langer. Mm-hmm. En die is erg afhankelijk van hoeveel er wordt geïnvesteerd in die olieindustrie. Ja, ja. Alright. Aan het begin van het programma zei je dat de afgelopen week onderhandelingen zijn gevoerd met Petronas. Onderhandelingen waarover precies en hoe ver zijn jullie? Ja, dus Petronas heeft 2 oliebronnen ontdekt.
Roystonia en Fusea. Mm-hmm. En een gasbron. Die hebben ze inmiddels appraised. De productie, die test, productietest, mm-hmm. was ver boven hun verwachting. Dus we zijn blij. Maar goed, gas duurt wat langer. Maar we kijken om naar manieren uit om hun een beetje onder druk te zetten om het sneller te doen. We vergelijken het nu met Total. Total heeft binnen een jaar na de appraisal eigenlijk de FID genomen. Mm-hmm. En we zien bij Petronas bijvoorbeeld dat het 2 jaar duurt. Dus mm-hmm. we zeggen, maar waarom? Ja, maar onze beslissingsstructuren zijn wat anders. Ja, ja. En zo. Wat mooi is bij Petronas, ze hebben 2 van die FLNG's, dus mm-hmm. floating schepen die gas kunnen, mm-hmm. kunnen vloeibaar kunnen maken, hebben ze liggen ergens in de wereld. Mm-hmm. En we kijken of we 1 van die schepen zouden kunnen brengen in een deal, zodat het gewoon naar Suriname komt. Mm-hmm. Dat vind je niet te bouwen, want het bouwen ja. zelf mm-hmm. van zo'n productieplatform duurt toch een goede 4 jaar. Ja, ja. Dus we kijken hoe we dit kunnen inkorten. En we moeten vertrouwen hebben in staatsolie. We zijn echt dik op de mensen om te proberen om zo snel mogelijk van de grond te krijgen. Mm-hmm. Moet wel zeggen, wat armoedebestrijding betreft, moeten we naar blok 58 kijken. Want uit die FID gaat echt, als wij niet in staat zijn om in Suriname armoede te bestrijden na de inkomsten van blok 58, dan weet ik het ook niet meer. Mm-hmm. Maar er zijn nog meerdere blokken, misschien komt daar nog meer geld in. Ja, yeah, dus dat zeg ik, dat gaan toetjes zijn mm-hmm. Bovenop de taart. Ja, ja. Yeah. Oké, we gaan naar het einde van het boekjaar. Zit staatsolie op schema wat betreft de verwachte omzet, inkomsten, winstverwachting? Hoe zitten de projecties? Ja, dus de productie is boven de targets. Mm-hmm. Dus de productie van gasoline en diesel heb je daar. De productie van ruwe olie op Saramaka en de productie van elektriciteit. Allemaal boven verwachting. En de prijs is wel een beetje lager dan we hadden gedacht. Mm-hmm. Maar we zitten op schema. Een meevaller is natuurlijk, u heeft dat gehoord tijdens de ondertekening. Ik weet niet of we dat zo expliciet hebben vermeld, maar we hebben 2 contracten getekend met PetroChina. Mm-hmm. En daar hebben we een mooie bonus gehad. Mm-hmm. En ik kan u zeggen dat het overgrote gedeelte van dat geld gaat naar de overheid. Mm-hmm. Dus dat is een meevaller, die inkomsten hadden we niet begroot. Dus we hebben weer een heel, heel erg goed, mm-hmm. goed jaar. Oké. Okay. Beter dan vorig jaar wordt het? Nee, de prijzen zijn lager dan vorig jaar. Dus we zullen echt hard onze best moeten doen om op dat niveau mm-hmm. uit te komen. Oké, okay. Staatsolie heeft nu een raffinaderij te Tulifu. Daar wordt die olie van zeg Saramaka verwerkt. Olie voor de kust is een ander soort type olie. Mensen vragen zich af van... maar Unoboma vindt morgen money uit dat olie of we potwa raffinaderij schrijf je. Wat zeggen de tekenaars, wat zeggen de ingenieurs wat dat betreft? Is het rendabeler om het gewoon op te pompen, op te slaan, verschepen, verkopen en de verwerking maar in het buitenland te laten doen? Of met een eigen raffinaderij zouden we meer inkomsten halen? Dus vooralsnog is het economischer om het gewoon als ruwe olie te verkopen. Het is hele lichte olie. Mm-hmm. Erg geweld, laag in zwavel en laag in metalen. It gets a good price. Ook de Guyanese olie is op dat niveau. Mm-hmm. En krijgt ook een hele goede prijs. We hebben een aantal problemen in Suriname. We hebben een rivier die bij laag water maar 5 meter diep is. Mm-hmm. Dus om grote tankers naar binnen te brengen met grote hoeveelheden olie, want een raffinaderij die je echt winstgevend wil maken voor de export moet erg groot zijn. En dan weer om die gasoline en diesel uit te voeren. Dat is er niet. Dus ik zou zeggen dat zijn wat dingen die maken dat wij niet erg enthousiast zijn voor het bouwen van een raffinaderij. En de refinery marges zijn een klein beetje, ze zijn soms hoog, zijn soms heel erg laag. En in sommige maanden maken we totaal geen winst in de refinery. Omdat dat noemt men crack spread, hè? Het verschil tussen de ruwe olie en de gasoline en dieselprijs. Die zijn niet zo spectaculair. En men verwacht met de elektrische auto's in de toekomst dat eigenlijk er te veel raffinaderij
raffinaderijcapaciteit is. Mm-hmm. Dus we zijn niet razend enthousiast erover. Nou zijn er in de regio wel 3 raffinaderijen. Mm-hmm. Dat is op Trinidad met een goede diepgang. Je hebt op Aruba ook met een goede diepgang en op Curaçao. Mm-hmm. Als er een partij geïnteresseerd is en zegt, hey, als je die olie kan leveren, er moet gesleuteld worden trouwens aan die raffinaderij hoor, want mm-hmm. ze waren gewend om zware olie in te nemen uit Venezuela. Mm-hmm. Dus deze olie is erg licht. Zouden we kunnen overwegen. Okay. Maar goed, het is heel ver in het toekomstverhaal. Mm-hmm. Misschien kun je ons een beetje vertellen hoe dat plaatje in elkaar zit. Wanneer in 2028 die olie wordt opgepompt, het wordt opgeslagen in die FPSO, daarna verscheept. Ja. Dus aan wie zal worden verkocht en hoe vindt die betaling aan Suriname plaats? We zien regelmatig in Guyana soms rapportages van de regering heeft over deze periode zoveel geld binnengekregen voor die partij. Is dat de constructie? Ja, dus onze FPSO heeft 2 miljoen barrel opslagruimte. Mm-hmm. En dan komt er inderdaad een ander schip. Die laat die olie in en dan vaart die weg en mm-hmm. wordt het verkocht. En op dat schip, je hebt lichting schedules. Hè? Dus want die olie is steeds van een andere partij. Mm-hmm. Toch? De staat Suriname heeft recht op olie. Mm-hmm. Staatsolie heeft als contractorpartij recht op mm-hmm. olie. APA heeft recht op olie mm-hmm. en Total. Mm-hmm. Dus iedere keer bepaal je wie mag lichten. Oh, oké. Okay. Wij kunnen als Suriname ook zeggen, contractors, verkoop onze olie voor ons. Mm-hmm. Laten we kijken welke prijs we gaan krijgen en stort die inkomsten gewoon voor Suriname. Dus dat kan allemaal. Mm-hmm. En van al die verkochte barrels, van wie het ook is, moeten de partijen in ieder geval 6,25% royalties betalen aan Suriname. Mm-hmm. Dus elke barrel die wordt geproduceerd, 6,25%. Of je winst of verlies maakt niet uit. 6,25% royalties. Daarom houden maatschappijen eigenlijk niet van royalty. Mm-hmm. Want zelfs als je verlies moet je betalen. Dan is er profit olie. Bij ons is er een R-factor die bepaalt. Dus hoe winstgevender het project, hoe meer de staat van Suriname gaat krijgen. Mm-hmm. Hoe magerder het project, hoe meer de contractor krijgt. Alleen maar dat hij niet failliet gaat. Ja, ja. En dan heb je 36%. Belastingen. Dus alle olie die men verkoopt als contractorpartij, moet men ook 36% belasting overbetalen. Mm-hmm. Kijk, Total heeft zelf berekend, voor 2028 gaat de staat Suriname al 1 miljard US dollar ontvangen. Dus als zodra men in productie gaat 2028, direct. Ja, je hoort in de wandelgangen juni 2028, in 6 maanden gaat Suriname, dus tenminste de overheid, minstens 1 miljard. Yes, sir. Verdienen aan haar aandeel uit de verkoop. Ja. En hoeveel gaat staatsolie daaruit verdienen? Die bedragen zijn significant minder. Wij verdienen, denk een stuk of 6% uit dat geheel. Want we zijn maar, kijk, die koek wordt verdeeld, de overheid krijgt het meeste. Mm-hmm. En die contractorpartijen zijn 40-40-20. Ja. Dus van die koek die overblijft voor die contractorpartijen. Dat uiteindelijk van die hele koek hebben wij 6%. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, precies. Dus belangrijk is ook van eigenlijk, eerste olie is dus 2028, maar we hebben dinsdag en eigenlijk ook daarvoor de verschillende informatiebijeenkomsten van staatsolie kunnen begrijpen dat er belangrijke gebeurtenissen staan te gebeuren in, ik denk 2028, dan moeten putten geslagen worden. En dat bepaalde investeringen feitelijk al vanaf volgend jaar kunnen rollen. Kan je daar wat meer duidelijkheid over geven, met name een beetje aansluitend aan dat type van bedrijvigheid? Ja, local content. Yeah. Ja, dus die Surinaamse putten voor dit project zullen in 26 geboord worden. Mm. Dus nog in 25 zijn de voorbereidingen. Dan gaat men alvast het buismateriaal brengen en op de havens hier in Suriname zetten. En alle andere voorbereidende werkzaamheden. We hebben met een van die partijen gesproken die, laten we zeggen, de infrastructuur op de oceaanbodem aanleggen. En ze zijn naar Suriname geweest. En ze waren aangenaam verrast met de kwaliteit van onze arbeiders in Suriname. Onze vakmannen, hè.
Mensen die lassen zijn echt super vakmannen. We hebben onze raffinerij ook uit Suriname gelast. Dus ze zijn daar enthousiast over. En ik verwacht dat we vanaf midden 25 gaan we veel activiteiten krijgen uit die projecten. Nou moet ik zeggen dat er ook 4 exploratieputten voor andere blokken worden geboord. 1 in blok 5 en volgens mij 1 in blok 64. En de 2 andere ken ik niet zo uit het hoofd. Maar die zullen volgend jaar ook geboord worden. En die putten worden uit Suriname geboord. Dus het is best druk. Mm-hmm. Want Total heeft de laatste 5 putten uit Suriname geboord. En dat heeft $90 miljoen in die economie gepompt. Begrijp. Dus als we volgend jaar 4 putten boren, dan zitten we rond de $70-80 miljoen US dollar die naar binnen komt. Plus de voorbereidingen van Total voor het grote geheel. Dat levert wel wat geld op, ja. Ja, ja precies. Natuurlijk voor bedrijfsleven de hamvraag die ik nu ga stellen. Guyana heeft een local content wet, een heel strikte, bijna te stringente, en local content beleid. Suriname lijkt niet local content beleid te hebben, maar we hebben zeker geen wet. Daar je ook wel weet wat er gebeurt in Guyana, welk advies heb je? Hoe zou het local content gedeelte, dus ik laat het aan jou over, wet en beleid en gericht moeten worden in Suriname? Ja, beleid moeten we zeker hebben. Dus beleid, heb ik ook gezegd, policy moeten we hebben. Wet zou je over kunnen praten. Wat Guyana heeft gedaan is eigenlijk contrair tot ontwikkeling, toch? Want ze hebben gezegd, als je wil leveren aan die industrie, moet je bedrijf 51% aandeelhouderschap van een Guyanese hebben. Nou, dat weet je, veel mensen gaan dan weg. Wat je ook krijgt, is een Guyanese bedrijf koopt een verzekering in het buitenland voor 40.000. Zet gewoon 20.000 erop en verkoopt het door. Begrijp, als er competitie komt in de wereld, dat Guyanese bedrijf gaat nooit overleven, want ze hebben geen efficiëntie. Dus dat gaat niet werken. Ik heb liever een buitenlands bedrijf dat 99% management heeft van Surinaamse mensen en werknemers en herinvesteert in Suriname. Dat is belangrijk, dat geld in Suriname blijft. En ik moet zeggen dus dat de productiedelingsovereenkomsten hebben simpele clausules. Zo simpel is local content. Als personeel, goederen en diensten tegen concurrerende kwaliteit en tegen concurrerende prijs in Suriname gekocht kunnen worden, op een structurele manier, dus niet ineens maandag en woensdag niet, dan bent u verplicht om dit uit Suriname af te nemen. En onze regulator in Staatsolie houdt daar toezicht op. Leiden ze wel mensen op? Hoeveel experts zijn er vandaag? Hoeveel gaan er volgend jaar zijn? Welk opleidingsplan is er om dat te verminderen? Waarom kunnen deze diensten niet uit Suriname worden afgenomen? Bijvoorbeeld in Angola zie je dat de grote overhaul van die FPSO gebeurt door Angolezen. Gaat uiteindelijk ook in Suriname gebeuren. Zeker als we 4 of 5 hebben. Want dan is er een bedrijf die gewoon het hele jaar door bezig kan zijn. Eerst onze raffinaderij, dan een FPSO, dan een volgende FPSO. Nee. Dus ik ben erg enthousiast over, maar we moeten die bedrijven wel weerbaar maken. En wat tot nu toe hebben gezien, onze bedrijven zijn fantastisch. Eten en drinken is uit Suriname gekomen. Alle buismaterialen, alle schroefdraden moeten gecheckt worden, schoongemaakt worden. Onze bedrijven zijn gewoon fantastisch en men reed die services uit Suriname erg hoog. Ik heb nog twee vragen hierop aansluiten. Stel bijvoorbeeld dat op een bepaald moment de regulator inziet van een aantal diensten zullen nu nodig zijn, een aantal zaken die wenselijk zijn vanaf Suriname, maar dus je ziet het van tevoren. Is er welke middelen heeft de regulator om te gaan om bedrijfsleven of werknemers zover te krijgen dat deze zaken ingevuld kunnen worden lokaal? Ja, dat is een mooie vraag, want dat gedeelte van die vraag had ik inderdaad niet goed beantwoord. Kijk, wij hebben een Blue Weave programma waar we lokale bedrijven leren hoe ze aan tenders meedoen. En tegelijkertijd hebben we met Total Energy, we hebben daar ook over de vloer moeten rollen. Omdat ze zeiden, ja, maar sommige dingen gaan niet uit Suriname gemaakt kunnen worden. Waarom moeten we die tender publiceren in Suriname?
Ik zeg, laat die Surinamers het zien. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze die capaciteit aanleggen of met een buitenlandse maatschappij gaan samenwerken. Toch? Laat ze het zien. En als je je registreert op de SRP, Suriname Portal, dan krijg je toegang tot de tenders. En ga je zeggen, sommigen zijn heel eenvoudig. Ik zoek voor 6 maanden verblijf voor 15 mensen. Ja. Een subcontractor die dat zoekt. Toch? En eten en drinken moet ook in het pakket zitten. En dan kan elk Surinaams bedrijf dat kwalificeert. En daarom is het Bluey-programma belangrijk. Je moet bijvoorbeeld een anti-bribery form invullen. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel weten in te vullen. Je moet een HSE-systeem hebben. Als jij nu naar buiten loopt en je verdraait je enkel hier, dan kan je niet zeggen, oké, het gebeurt maar eens in de 10 jaar, laat het maar. Nee, je moet het onderzoeken en je moet maatregelen treffen dat het hier anders eruit gaat zien. Dus dat soort dingen leer je tijdens de Blue Wave. En we verwachten dat inderdaad de lift gaat geven. En waar nodig is, Staatsolie stapt er echt veel geld in. Hè? Dus ook met die bedrijven, Blue Wave is bijvoorbeeld door Chevron volledig gesponsord. Hè? Die mensen zijn zo enthousiast. En want ze komen eerst naar Suriname, dan denken ze, maar zo jammer, meneer. Dan ik ga ze 250.000 geven. Dan ga je zien, er gaat niks gebeuren. Maar we hebben een graduation ceremonie gehad afgelopen vrijdag. Toch? En dan komt die mevrouw, de regionale manager van Chevron. Apetrots. Wauw. 30 bedrijven opgeleverd. En die bedrijven zelf hebben een pitch opgeschreven en presenteren die pitch. Het is... Nou, wij Surinamers zijn verder dan we denken. Dus en we moeten dat verder ter hand nemen. Een vraag over geldzaken, daarom dat ik econoom ben. Suriname heeft een wetspaar- en stabilisatiefonds. Maar er wordt gesleuteld aan de wet om het beter te laten, om het beter te laten functioneren binnen voor nu olie gebeuren. Misschien ook olie en gas gebeuren. Het lijkt erop, maar de wetgeving is nog niet rond. Ik heb nog niet begrepen van DNA dat die daar is voor behandeling. Op dit moment lijkt het erop, persoon vertelde me, dat het geld binnenkomt en dat ik weet niet precies hoe die verdeelsleutel zou zijn in de herdistributie die overblijft voor de minister van Financiën en welk gedeelte met zekerheid naar dat fonds moet gaan. Ik moet eerlijk zijn, het is een beetje een klacht en ja, mensen nemen me kwalijk en u zegt, misschien moet je niet altijd alles zeggen wat op je hart ligt. Maar ik ben niet erg tevreden over de voorstellen die er nu zijn. Ze zijn gebaseerd op fiscale regels. Die vorige wet was gebaseerd op elk jaar als de olieinkomsten groter zijn, kreeg de staat wat meer. Windfall, toch? En stabilisatie ook. Maar deze wet zegt, er zijn fiscale regels. Als de debt-to-GDP ratio, schulden ten opzichte van je nationaal inkomen op een bepaald niveau is, dan mag je wat meer geld gebruiken. Als je primary expenditures op een bepaald niveau is, mag je wat meer gebruiken. En ik zie daar een behoorlijk groot gevaar in. Kijk, ik ben een beetje insider, maar deze kennis is publiek. U weet, we hebben ten aanzien van de VRI hebben we afgesproken dat we voor eind van het jaar die wet in place moeten hebben. Anders gaat de rente met 3% omhoog. Is een hele slechte omstandigheid om onder te onderhandelen, toch? Ja. Om te sleutelen aan een wet. Want nu, iedereen zegt, ai, aboom, ai, poting, ai, ja, ai, ja, zitkom. En eigenlijk zo'n wet zou ook in publieke discussies moeten komen. Dus ja, ik heb het gevraagd. De minister heeft beloofd dat we met de deskundige IDB gaan kijken wat we nog kunnen veranderen of het beter kunnen maken. Of een uitleg dat het werkelijk toch niet anders werkt dan bijvoorbeeld ik denk. Maar ik maak me er wel zorgen over. En dat Soeverein Welvaartsfonds is een enorm belangrijk veiligheidsmechanisme om geen resourcecursus te krijgen. Oké. Bij het bekendmaken van die FID heeft u aangegeven dat, daarop kwam het neer, dat sinds staatsolie geld overdraagt aan de overheid van de staat al 4,5 miljard is gegeven. En eigenlijk kwam het erop neer, hoe is je niks van money dat die, toch? Hoeveel heeft de staatsolie zeg maar de afgelopen 4, 5 jaren aan de overheid gegeven? En
zie je echt iets met het geld gebeuren? Of maken we het gewoon op? Ja, dus ongeveer 800 miljoen afgelopen 5 jaar. Mm-hmm. Kijk, een groot deel gaat naar betaling van EBS. Omdat de tarieven gewoon niet marktconform zijn. Mm-hmm, toch? Mm-hmm. En nu ook een hele discussie, want het is een beetje raar, hè? Dus dat wij dus hoor ik u zeggen dat wanneer u geld moet overdragen aan de staat, u het aan EBS overmaakt? Een deel wordt verrekend voor de EBS-schulden. Ja, ja. Een deel daarvan. Dus dat is een behoorlijk bedrag, hoor. Ik dacht vorig jaar was iets van 90 miljoen. Maar toch gaat er nog een belangrijk deel natuurlijk wel naar de overheid. Maar goed, kijk, de overheid moet de ambtenaren betalen en dat wordt ook onder andere uit dit geheel betaald. Door de enorme schulden moet de overheid ook een heleboel interest betalen. Ze hebben het recent niet afgelost vanwege dat IMF-programma. En zo gaat dat geld, geld gaat op. Het geld vroeger, als we 330 miljoen aan de overheid gaven, dan direct bloeide de economie op. Maar die overheidshuishouden is zodanig verzwaard dat het er niet meer helpt. Je ziet helpt. Het rendement niet. Nee, het helpt niet meer. Laat staan sparen. Ja, en ik denk dat dit juist een heel belangrijk punt is, want hier komt ook goed bestuur. Ja. Transparantie, verantwoordelijkheid, want je krijgt het idee, maar ook de tijd zal het laten zien, van dat als er nog meer geld in het systeem komt, dat mogelijk die uitkomst die de samenleving wenst toch niet zo voelbaar zal zijn. Dus vandaar dat goed beheer heel belangrijk is. En natuurlijk, ik zeg het ook in andere interviews, het is pijnlijk, het is een realiteit, maar het is pijnlijk dat we naar het IMF hebben moeten gaan. Maar uiteindelijk moet je als land zelf de discipline hebben om die inkomsten te halen waar het verdiend wordt, met name exporterende sectoren. Degene die niet uitkomt, ondersteuning te bieden, maar ook niet een bepaald patroon te hebben dat je die ondersteuning altijd moet geven. Je moet mensen uit armoede liften. Laat ze niet in die armoede. Dit zijn vraagstukken waarover we als land nog niet hebben nagedacht. Maar naar 50 jaar onafhankelijkheid toe moeten we dit wel in place hebben, want dat is tekenend voor een ontwikkeld land. Mm-hmm. Oké. Pratend over blok 58. De president heeft het, ik dacht, vorig jaar gezegd. We hoorden het, ik dacht, een paar dagen geleden weer. Dat onder de vorige regering, zal ik zeggen, pogingen zijn ondernomen om 2 punten uit blok 58 te verkopen. Wat kunt u ons daarover vertellen? Was Staatsolie er voorstander van? Hadden jullie al uitgerekend wat het zou kosten? Hoeveel jullie binnen zouden halen? En wat met dat geld gedaan zou worden? Nee, dus ik weet het fijne niet ervan. Mijn voorganger, Rudolf Elias, is hiermee geconfronteerd geraakt. Hij heeft er scherp tegen geageerd. En uiteindelijk is het inderdaad dan niet doorgegaan. Maar ik begreep dat het aandeel van Suriname was, dus van Staatsolie. 20% om dat aan een maatschappij te verkopen. Ik heb verschillende bedragen gehoord, hoor, maar niet uit officiële bron. Dus maar de bedragen die ik heb gehoord zijn ook genoemd in de pers. Ik dacht dat ik een 500 miljoen hoorde. Hoor. Ja. Maar als nu, zeg maar, we hebben ook een jaar of zo terug uit de mond van onze vicepresident gehoord, die ook suggereerde om desnoods putten te verkopen en zo. Als deze regering, want kijk, we hebben geld nodig als land. Als die zou komen en zeggen van, luister Anne, het is leuk dat FID moet komen en dat soort toestanden. Maar laten we wat putten verkopen, wat zou je hebben gedaan? Eigenlijk ben ik het eens met de VP toch? Ik bedoel, er is armoede. En eerlijk gezegd, meneer Cairo, dat propageer ik ook naar de regering. Maar als je wat geld wil lenen nu, bijvoorbeeld, dan moet je wel zeggen, minogo bouw overheidskantoren, minogo bij luxe waggie. We gaan fabrieken bouwen. Nee, we gaan de hospitalen repareren en in orde maken. We gaan al die verschrikkelijke klaslokalen van de leerlingen, waar het plafond soms bijna op hun hoofd valt, repareren. En we gaan straten maken, weet je, et cetera. Publiek transport, zodat mensen wat makkelijker aan hun werk kunnen komen. En niet iedere keer dure taxi of auto moeten pakken. Dus ik ben daar een voorstander van. En we hoeven helemaal geen bronnen meer te verkopen. Gelukkig, nu hebben we FID. Mm-hmm.
In principe, ik roep dat steeds, hè, want dus, het leek ook niet altijd naar binnen te gaan. IMF heeft beloofd om hun macro-economisch raamwerk aan te passen. Mm-hmm. Want eerder zaten de inkomsten uit de offshore niet in. Ze zeggen, we zijn in Afrika geweest, we zijn in Azië geweest. Zo vaak hebben mensen gezegd, de Trajari olie econ na 32 jaar nog steeds. Na FID kan het niet meer, dat hebben we net besproken. Ja. En zij erkennen dat ook. Dus als dat framework wordt aangepast, vind ik dat er ruimte ontstaat. Mm-hmm. En we hebben recent donaties gedaan aan een tehuis voor ouderen. Mm-hmm. Meneer Cairo, als ik daar kom, ik kijk naar die mensen, jongen. De Marokko heer, Libi, de Marokko trangen. Toch? En dan denk ik bij mezelf, het is wel mooi FID en productie in 28. Gaan deze mensen er nog van kunnen genieten? Ja, ja. Schoolhoofd van een MULO-school zit in een lokaal vol vocht. In een kamer die er niet uitziet. Dus ik ben er. Ik ben persoonlijk, en mensen nemen me soms kwalijk. Zeker mensen die, laten we zeggen, de regering misschien geen granie gunnen. Maar het gaat niet om een regering. Het gaat om de mensen van Suriname. Mm-hmm. En wat mij betreft mogen ze verlichting hebben. Het is raar toch? Ik ga in 28 ga ik 1 miljard krijgen. Mm. Maar moet ik je pina, till ik 28. Minder play. Ja, ja. Dit is wat jou betreft zouden we nu al wat dingen van die samenleving. Maar wel heel transparant. Mm-hmm. Goed bestuur weer. Mm-hmm. Dus ja, voorzichtigheid is heel belangrijk hierin. Want kijk, het is belangrijk als je inzoomt op staatsfinanciën. Dat de staat Suriname wel structureel meer is gaan verdienen. Laat ik alvast die reserves inbouwen. In SRD, zoals nominaal uitgedrukt, we weten dat de waarde van de SRD wel structureel naar beneden is gegaan. Maar beleid voeren begint met prioriteiten stellen. Nergens in de wereld zal het zo zijn, omdat het eigenlijk een beginsel van economie is, dat je altijd een groot aantal wenselijkheden heb, maar gelimiteerd ben in wat je kan doen. Dus ook in Suriname moeten kiezen. Toch merken we niet dat gekozen wordt om die fundamenten van ontwikkeling, om daar het geld in te stoppen. Er zijn afgelopen decennia zoveel discussies geweest over onderwijs. Waarom? Omdat investeren in je mens, waarmee ik niet bedoel Jidema Moni, maar investeer in jonge personen zodat ze op school blijven. Maar dat school ook betekent dat als je van die schoolbanken komt, dat je beter afgestemd bent op het bedrijfsleven, op de banen die er zijn. Want dat is eigenlijk niet het geval in Suriname. Het lijkt alsof je hervormd moet worden, opnieuw gevormd moet worden, als je in het beroepenveld komt. Dus dat nu al is het mogelijk voor de overheid om beter te prioriteren. En dat zou eigenlijk in de afgelopen begroting het geval moeten zijn, maar helaas is dat niet gebeurd. Het moet heten dat nog steeds crisisbeheersing er is. En vandaar de boodschap om steeds meer geld te hebben voor die ontwikkelingsbouwstenen waarvan onderwijs een fundamentele is. Mm-hmm. Maar volksgezondheid ook, criminaliteitsbestrijding, infrastructuur, want alleen dan bouwen we het land op. En soms hoor je andere economen zeggen dat eigenlijk op dit moment is geld niet de issue. Maar beheer van het geld en de keuze wat je met het geld doet, lijkt nog steeds een probleem te zijn in ons land. Alright. Op dit moment, twee, drie weken geleden dacht ik, of misschien al een maand, is er een productiedelingscontract getekend met PetroChina. Zijn er nog andere in voorbereiding voor bepaalde blokken? Wanneer komt er weer een bidding rond van staatshoofd? Dus we hadden nog een aantal blokken in de shallow shore waarop niet is geboden. Dus we moeten weer aan de tekentafel gaan zitten om te kijken. En we vragen ook de mensen waarom ze niet hebben geboden. Mm-hmm. We blijven ook onderzoeken om die blokken interessant te maken. Dus we denken dat we binnen een half jaar toch weer een kleine bidding rond gaan hebben. Mm-hmm. Voor die meest interessante blokken in de shallow shore. Maar nu is het zaak om die boringen die gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Blok 52, erg interessant voor Petronas. Blok 5, volgend jaar wordt door Chevron geboord. Mm-hmm. Dat is een klein beetje meer in ondiep water. En in blok 64, dat is op de Demerara High, mm-hmm. wordt er ook geboord. Dus er is veel werk, mm-hmm. dus het is niet alleen besteden, mm-hmm. maar ook goed promoten en achter de mensen aanzetten.
en hun ook van informatie voorzien. Mm-hmm. U weet, Total heeft alleen haar over haar blok informatie. Hè? Ja. Maar wij hebben informatie over alle blokken. En die kanalen, en die charges, en die zanden, die lopen natuurlijk over dat hele gebied. Mm-hmm. Dus wij hebben de meeste informatie en wij proberen zo goed mogelijk gebruik te maken om de mensen aan te moedigen. Mm-hmm. Ook om, hé, we zien iets hier. Denk je dat het dat jij het ook ziet en hoe kunnen we elkaar overtuigen. Eigenlijk is die brand in blok 5, is een Kori-Kori-put, die is door gezamenlijk overleg op een preciezere locatie gezet. Dus ook uit analyse van staatsolie zelf. En verwachten jullie daar wel op olie te stuiten? Als we boren, verwachten we olie. Maar helaas, de praktijk is dat het niet altijd olie is waar je het vindt. Ja. Oké, okay, dus op dit moment zijn er geen PSC's in voorbereiding. Okay. We doen elk jaar één en voor deze pas afgesloten. Mm-hmm. Ja. Oké, olie gaat geboord worden vanaf 2028. We kennen de problemen, milieuvraagstukken. Er is er iets gezegd van hier gaan we niet fleren. Het gas wordt teruggestopt in de grond. Maar er zijn nog altijd milieuaspecten verbonden aan zo'n operatie. Hoe zit die milieuparagraaf rond dit project, dat Gramorgo-project eruit? Waar zijn de liabilities, mocht er een oil spill zijn en noem maar op? Hoe zit dat in elkaar? Ja, we hebben nu Nationaal Milieuassociatie, dacht ik nog. Autoriteit. En... kijk, zij zijn de autoriteit en wij zijn vreselijk blij met ze, want dan keuren we onze eigen dingen niet. Mm-hmm. We zijn in die business. Total heeft haar milieueffectenstudie aangeboden aan NMA. Mm-hmm. En zij zijn bijna zover om inderdaad toestemming te geven. Dus zij kijken preventief of de maatregelen die Total allemaal voorstelt, of die wel in orde zijn. Mm-hmm. Ook de reactieve maatregelen als er een oil spill is. Gaan we in staat zijn om dat te kunnen bedwingen. Dan zijn er misschien ten aanzien van een mogelijke oil spill ooit in de toekomst. Dat we denken met Total als operator dat dat nooit zal voorkomen. Heb je een aantal aspecten. Eén, heb je genoeg middelen om inderdaad te stuiten. Mm-hmm. En een van de belangrijkste zaken is dat er een, wat men noemt een stacking cap. Is eigenlijk een hoed. Mm-hmm. Voor een lekkende bron waarmee je dan die bron kan stoppen. Er zijn niet zoveel van die dingen in de wereld. Mm-hmm. Ik dacht een stuk of 14 in de wereld. Ik dacht dat Guyana laatst één of twee verkocht. No? Eén. Het zijn peperduur. Maar Guyana heeft er één en wat Total nu aan het bediscussiëren is met Exxon om dat ook te gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is één. Wat vaker nodig is dat je drills houdt. Toch? Simuleren alsof er wat aan de hand is. Kan je die Guyanese overheid wel bereiken? Mm-hmm. Kan je die Guyanese kustwacht wel bereiken om hun voor te bereiden? Etcetera. En het derde aspect is natuurlijk de verzekering. Want dat vragen mensen van wie gaat het uiteindelijk betalen? Dat gaat door de contractor betaald worden. En u gaat lezen ook in het contract hoor, in het modelcontract. Dat ze een verzekering moeten hebben overlegd aan ons, waar ze adequaat zijn verzekerd om een calamiteit te kunnen opvangen. Ja. Alright, dus de oil spill gaat niet uit onze zak komen? Nee, absoluut niet. Oké. We gaan naar het einde toe van het programma. Als laatste vraag, tenminste als die van niks meer heeft. Staatsolie die participeert ook in die goudbusiness. Hoe loopt dat? Zijn jullie nog steeds tevreden? Lachen jullie nog steeds dat jullie daarin zijn gestapt? Ja, we hebben veel geld verdiend in de goudbusiness. U weet, in het begin is men in saprolit, zachte gesteente. En nu gaat men naar harde gesteente, dus het is wat moeilijker. Precies. Maar de goudprijs is nu 2600 per troy ounce. Dus dat is enorm hoog. En ja, die compensatie van mindere productie wordt eigenlijk meer dan voldoende gecompenseerd door die hogere olieprijs. We hebben altijd geluk gehad met goud hoor, eerlijk gezegd. Als de olieprijzen laag waren, waren de goudprijzen hoog. Meneer Debbie Persat kan het uitleggen. Het is een soort natural hedge. Als het slecht gaat met de economie. Is er minder vraag naar olie, maar dan gaat men zich
indekken in goud. Mm-hmm. En dat, dus het is een mooie natural hedge. Dus het gaat goed. Newmont wil die mijn nog verder gaan upgraden. Mm-hmm. Zijn wil ook nieuwe activiteiten gaan ontplooien daar. Dus we houden het kritisch in de gaten. Mm-hmm. Dus jullie hebben ook al een potje klaar om verder te investeren als het nodig is daar. Ja, we zijn niet zo happig om verder te gaan in goud. Maar als het interessant is, gaan we daar naar kijken. Mm-hmm. Ja. Stefan, heb jij nog wat? Ja, precies. Dus terugkomend op het oil spill gedeelte. Ik was bij een van de presentaties van een van de presentaties, blok 58 als gevolg van de ECA bij een oil spill. Dus ik wil niet daarover praten, maar feitelijk wel van nu zijn we op het moment dat we beter moeten gaan, betere contacten moeten hebben met de Guyanese autoriteiten, maar ook de operators in het Guyanese gebied. Lekkages kunnen over en weer komen, hoe sneller bij de landen. Ja, dus een beetje minder. In de uitzending. Ja, dus, maar hoe alerter je bent, hoe reactiever je bent, hoe kleiner de calamiteiten zullen zijn, eigenlijk meer richting Guyana dan Suriname. Dat maakt al, hoe beter contact je hebt, hoe meer je ook geneigd bent om gezamenlijk projecten te doen. Een van die projecten die Suriname en eigenlijk ook Guyana, als je luistert naar de retoriek van de vicepresident daar, toch wel zou moeten doen, of het ervan komt, zullen we nog zien, is het gasgedeelte. Want je kan je land pas behoorlijk gaan verdienen, structureel meer gaan verdienen, als je meer geïndustrialiseerd bent als land. Beide landen hebben op dit moment een erg kleine bevolking, dus veel productie voor je lokale bevolking heeft weinig zin. Koopkracht is ook een beetje laag in Suriname. Maar als je zaken gaat maken waarvoor je competitief, waarvan je competitief bent voor de regio en de wereld, zal je in staat zijn om te kunnen verkopen aan de wereld, waardoor je steeds betere zaken in place hebt dan wat je nu het geval hebt. Dus eigenlijk is het een beetje een moeilijk verhaal, want je bent de vertegenwoordiger van Staatsolie. Staatsolie is een Surinaamse entiteit. Hoe zie je het gebeuren van een samenwerking in de toekomst tussen Suriname en Guyana, de operators in de blokken in Suriname, de operators in Guyana, om met name gas bijvoorbeeld te trekken naar de Guyana, Suriname, Guyana, zodat er een industrie komt waarmee we structureel en substantieel meer zullen gaan verdienen. Wat moet daarvoor nog meer in place zijn? Niet vechten over vissen. Visvergunningen. Nee, maar vanaf het begin heb ik gepropageerd dat we samenwerken. We zijn een paar keer geweest. Maar uiteindelijk komt er toch weinig van terecht. Het is ook moeilijk hoor, want we zijn een nationaal oliebedrijf. En je komt daar te zitten tegenover ambtenaren, die, omdat ze geen nationaal oliebedrijf hebben. Maar we moeten samenwerken. Kijk, Bakhuis heeft enorme voorraden. Een beetje laagwaardiger dan wat Guyana heeft in Tarakuli. Net over de grens bij Oriala. Mm-hmm. Op papier, als je dat combineert en samenwerkt, het is een fantastische. En daar heb je veel gas voor nodig. Dag 300 miljoen scops a day. Dat is een behoorlijke hoeveelheid gas heb je nodig. En je kan methanolfabrieken opzetten. Je kan de power van Suriname en Guyana voorzien. Zij zijn al begonnen met hun project. President Lula zit achter de Surinaamse overheid aan om ook het noorden van Brazilië te voorzien van elektriciteit. Het is een nog groter project, toch? In plaats van dat we in de politiek met elkaar vechten, moeten we zeggen, ik denk dat we die zien. En eerlijk gezegd, het rijden van soja uit Amazonië naar Suriname is korter dan het rijden naar São Paulo. Ja, dus we moeten een beetje gaan nadenken over het ontwikkelingsplan. 50 jaar naar voren kijken. Erg belangrijk. Met Guyana moeten we samenwerken. Ik hoop dat ik bij een meeting, want ik heb nog nooit met de vicepresident van Guyana kunnen spreken. Maar ik begrijp dat hij eigenlijk de zaken in de olie- en gasindustrie bepaalt. Dus ik hoop binnenkort met hem aan tafel te zitten. Want het is echt belangrijk om over de grenzen heen die gasvoorkomens te ontwikkelen, zoals je zegt. En daar zit er muziek in. Trouwens, je hebt net over vissen gesproken. Zijn er vissers in de buurt van waar jullie olie gaan winnen? Of komen er daar geen vissen? Is het zo ver uit de kust? Ja, we zijn 180 kilometer uit de kust. Dus zo ver komen ze niet? Komen ze niet. Okay. De grotere trawlers zullen uiteindelijk wel komen, maar nee, de kleinere vissers niet. Oké, toch nog deze. We hebben gesproken over die FID.
Moest er nog onderhandeld worden wat erin zou komen en dat soort toestanden? Of is dat gewoon, we gaan. Alles onderhandeld. En zijn er concrete dingen daarin vastgelegd? Specifieke dingen? Binnen het contract, dus binnen de ruimte van het contract, hebben we wat meer ruimte toegekend. Mm-hmm. Zodat er tiebacks kunnen komen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Wat bedoel je met tiebacks? Dus ik legde net uit dat je een 3,5 jaar heb je die 220.000. Oh ja. Toch? Mm-hmm. Maar als je ruimte geeft voor tiebacks, en die tiebacks zijn moeilijk, hè, want eigenlijk op zich kun je die tiebacks niet ontwikkelen. Ze zijn te klein. Dus liever kan je ze een totaal geven. Mm-hmm. Waardoor ze dat plateau van 220.000 langer kunnen volhouden. Okay. Ja. Dus dat soort dingen. En in het meest optimistische scenario hebben we 9 jaar plateau van 220.000. Mm-hmm. En dan wordt die 26 miljard. Geen 26 miljard meer. Maar ik meer heb het gezegd. Dat. 45, 50 miljard. Mm-hmm. Dus ja. Dat soort zaken zijn er wel bijgekomen. Oké, dus er zijn geen geheimen erin? Nee. En dat soort alles toestanden. Is transparant. Kijk, ik zou ten aanzien van de hele discussie in het parlement, zou ik zeggen, laat een deskundige komen en alles auditeren. Wij zijn bereid alles open te stellen. Je moet concurreren in de wereld, mm-hmm. dus je contracten moeten wel concurreren, anders zegt men, ik ga naar Namibië of mm-hmm. Angola. Dus ik zou zeggen, laat een expert komen en naar alles kijken. En wat mij betreft, mogen ook de politici bij me komen. Ik heb vaker, er is een delegatie van de assemblee geweest bij mij. Ik heb het contract op tafel gelegd. Ik zeg, heren, bladeren jullie. Ik kan niet een kopie meegeven, want er zijn die profit, die winstdeling en ringfencing. Want Guyana verdient relatief weinig door een gebrek aan ringfencing. Ja. Toch? Elke bron die in Stabroek Blok wordt geboord, wordt verhikend ten laste van de bestaande productie. Mm-hmm. En wij hebben wel die ringfence. Oké. Toch? Dus ik kan dat niet helemaal op tafel leggen, want die ringfencing is aangescherpt. Mm-hmm. Begrijpen? Mm-hmm. Dus de productiecontracten, zijn ze uniform voor alle partners die een PSC kregen, of zijn er nuances? Er zijn nuances. U begrijpt, in 2015, toen iedereen dacht dat er in Suriname geen olie was, moest je wat toegeeflijker zijn met je voorwaarden om mensen aan te trekken. Mm-hmm. Nu we olie hebben gevonden, beginnen we de duimschroeven aan te trekken. Oké. Okay. En het gaat om onderhandelingen, toch? Dus kijk, die moderne wereld zegt, publiceer je contracten. Mm-hmm. Noorwegen heeft een simpel ding. 78% inkomstenbelasting moet je betalen. Mm-hmm. Maar op het Dinsland Taptafra, die mannen zeggen, weet je? Nee? Oké, ga maar. Maar Noorwegen heeft niemand nodig. Noorwegen heeft genoeg geld uit andere sectoren, en et cetera. Mm-hmm. Als onze onderhandelingspositie in de toekomst verbetert, kunnen wij ook zeggen, take it or leave. Maar dat hebben we nog niet. Alright. En dat vind ik jammer, dat wij als Surinamers eigenlijk om misschien wat politieke redenen zo tegen elkaar opgezet worden. Want die economische theorieën van de grote economieën werken niet altijd op die kleine economie. Mm-hmm. Dus ja, daar zijn we. Alright, goed. We zijn gekomen aan het einde van het programma. Voor het geval u misschien toch nog iets wil zeggen, you have the floor. Ja, dus ik feliciteer de Surinaamse bevolking. En zoals ik daarnet wil ik benadrukken, laten we er geen politiek mee bedrijven dat naar mijn partij moest doen. Maar ik vind, als je in 2028 een miljard gaat verdienen, laat je bevolking niet zo eronder lijden. Goed, dat gezegd hebbende zijn we gekomen aan het einde van het programma. Heren, het was een genoeg om jullie vandaag in de studio te hebben. Stephen Debi Persaat, Anand Jagisar. Tot de volgende keer, luisteraars. Goedenavond. Dank u wel.